Jochem van Hal, enthousiast voor Nuts al sinds 2018, dus een jaar of vier. Ik denk dat het belangrijk is wat Nuts doet voor de zorg in Nederland. Rijn, jij staat bij mij daarnaast. Rijn Krul, softwareontwikkelaar. Ik schrijf mee aan standaarden en bouw mee aan de referentie-implementatie. En ik ben ook enthousiast over Nuts. Kijk, Nuts enthousiastelingen. Wout, jij staat bij mij naast Rijn. Wout Slakkers, ik werk aan nutspecificaties en nutsoftware. Ben je ook enthousiast? Ik ben nooit enthousiast. Ik werk alleen. Je bent nooit enthousiast, dat mag ook. Dat is een hele bijzondere categorie. Dankjewel Wout. Sander, jij staat bij mij naast Wout. Ja, dankjewel. Ik ben Sander, ik ben teamleider, maar ook van origine verpleegkundige. Ik ben teamleider bij NAZCN en wij ambiëren om de digitale zorgorganisatie van Nederland te zijn. En dat is sterker nog, dat zijn we al. En wij leveren onder andere de avond, nacht en weekendzorg en wij coördineren heel veel. En ja, we staan eigenlijk op een soort omslagpunt waarop ja, Nederland vastloopt in de zorg en wij merken dat wij ja, daarin een deel van de oplossing kunnen zijn. Precies. En je vergeet bescheiden, maar heel goed. Ja. Nee, heel goed. Dankjewel, Sander. Welkom. Steven, jij staat naast Sander bij mij. Dag, Steven van der Vecht. Collega's van, collega van Rijn en Wout. En werkt dus aan de software en aan de standaarden. Heel goed, dankjewel Steven. Harald, je staat bij mij naast Steven. Ja, Harald Kikkers. Kun je me horen? Ja, mooi. IT-ondernemer, woonachtig in Denemarken. En op het spoor gezet van dit initiatief door Jochem van Hal. Heel goed. Welkom Harald. Astrid, mag ik jou het woord geven? Jazeker. Mijn naam is Astrid van der Guchten. Ik ben werkzaam voor Amaron. Amaron is een softwarebedrijf in de healthcare. We zijn hier nou ja, nog een beetje aan het kijken en aan het voelen of wij daadwerkelijk ook het hele nutmanifest gaan ondertekenen en het initiatief als zodanig ondersteunen. Dus ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet eens meer hoe we via maar een aantal gesprekken gehad met Marlène. En nou ja. We gaan snel ook een besluit nemen. Dus jij gaat nog besluiten of jullie nuts enthousiast worden eigenlijk? Exact, ja, exact. Kijk, ja. Heel goed. Van harte welkom. Niet alleen hoor. Maar... Nee, niet. Ja, precies. Maar meerdere mensen. Maar jullie ook in ieder geval. Heel goed. Van harte welkom. Dankjewel. Thomas, mag ik jou het woord geven? Ja, goedemorgen. Thomas van Gerimedica. En geen technisch verstand. Ik zit in het bestuur van Stichting Nuts, omdat ik het een verschrikkelijk goed idee vind. Dat is heel helder. Dankjewel, Thomas. Taco Jan. Ik ben Taco Mausica en ik ben bestuurder bij Label. Ik maak een PCD Label Care. En ik heb zelf wel een technische achtergrond. Kijk eens aan. Van harte welkom, Taco Jan. Meneer Henneman, u zit naast Taco Jan. Hi, ja, Indre Henneman. Ik ben projectleider bij een programma dat heet KIKV. En we gebruiken ook alleen nog maar de afkorting, dus daar ga ik niet meer op in. Ik zal even proberen om daar in één zin, ja, dan doe ik het waarschijnlijk te kort in één zin, maar waar we mee bezig zijn, is met een aantal partijen in de verpleeghuiszorg, van en voor die partijen bij het Zorginstituut, ja, afspraken te maken over secundair datagebruik, bedoeld voor verantwoording, monitoring en andere zaken waar die partijen een behoefte aan hebben bij zorgaanbieders. Dat doen we op inhoud, maar ook op uitwisseling. En bij de uitwisseling oriënteren we ons op het gebruik van nuts. Dat was geen één zin, maar wel heel duidelijk. Dankjewel. Ja, sorry. Dat lukt me niet. Maar in ieder geval haar van harte welkom, namens KIKV dan dus. Sergej, jou sla ik heel even over, want ik ga zo het woord aan jou overdragen namelijk. Dimitri, mag ik jou het woord geven? Ben je er? Daar zie ik nog geen reactie, dus ik kijk even verder. Joop der Weduwe. Joop, mag ik jou het woord geven? Hij is gevlogen zo te zien. Ja, nee, ik ben er, maar ik zie mijzelf inderdaad niet in de camera, maar goed, dat excuses, daarvoor is het een technisch probleempje, denk ik. Joop, daar weten we, ik ben jurist. Ik kwam Jochem tegen op een conferentie, CPE,
En hij vroeg mij om aan te sluiten. Mijn achtergrond is juridisch, zoals ik al aangaf. En ik begreep dat er onder meer vraagstukken zijn op het terrein van AVG, privacy in de bredere zin. Nou, dat heeft mijn interesse. En ik heb dat ook geaudit in verschillende zorginstellingen. Dus vandaar dat er een lijntje zou kunnen zijn. Helder, van harte welkom. Ik ga nog één keer proberen bij die... Nee, dan ga ik toch eerst naar... Ja, Joop, ik zie jou nu ook. Welkom. Jolanda, ik zie jou ook. Kan jij jezelf even voorstellen? We waren net met een soort voorstelrondje bezig. Van harte welkom. Sorry, eet smakelijk. En je staat nog gemute. Yes. Ja. Goedemorgen allemaal. Sorry dat ik iets later inval. Ik ben Jolanda Visser. Ik ben informatiearchitect bij Amare Zorggroep. En geïnteresseerd in het nutsinitiatief. En sluit daarom bij deze vergaderingen aan op het moment dat dat lukt. Agendatechnisch, zeg maar. Helder, je viel bij mij even weg toen je de naam van jouw organisatie noemde. Kan je dat nog één keer noemen? Amare Zorggroep. Oh, Amare, ja, helemaal goed. Ouderenorganisatie. Kijk eens, van harte welkom. Ik ga nog even, welkom. Dus ik ga nog even bij Dimitri proberen. Dimitri Putilov, ben jij er? Nee, dat zie je niet. En AHR, die is bij mij nieuw binnengekomen. Kan ik die het woord geven? Hi, probably let me speak because I do understand some Dutch and guys do not. So we join here from the Haverbell Supernova, and basically we sent you a couple of emails because we reviewed your website, reviewed what you're doing, and we really wanted to get acquainted and see whether we can participate and how we can participate. So mainly we joined this meeting to actually get to know you guys and make an appointment, which will be in English, hopefully, because my Dutch is like really super limited. My English is as well, but I'm going to try. Can you pronounce the name of your organization again? It's Bella Supernova. It's a Slovenian company. Focus on like medical solutions and blockchain. So we developed IP EHR solution, a gateway that helps to basically provides an alternative storage for medical open EHR data records. And also it kind of provides best patients with unalienated rights to their data, and they can manage access rights on their own without not relying on HMS. So we would love to see where we fit. Okay, now this meeting is in Dutch, so good luck with the Dutch language, but maybe... So, no, I live in the Netherlands for like 6 years, so I do understand. I cannot speak though, but guys, it will be quite hard. Though, if it will be possible to connect even after the meeting, because we both really don't want to. Okay. So how would that be possible? Yeah, we'll get to that via the email, but very welcome. And now I'll try to speak a little slower, but that's not my trait, but okay. No, that's fine. We will probably just leave you to it. Yeah, we just wanted to, you know, because we weren't replying. So we were like, okay, maybe you just missed it. So we just show up and... And now you're in the call. Okay. Is Dimitri Putilov also from your organization, by the way? Yeah, Dimitri Putilov and Alexei Daxin. Yeah, we're like, Dimitri, he's a CTO of the company. And Alexei is a project manager. Okay, great. Thank you very much. Dan ga ik weer terug naar Nederlands. Jorrit, ik zie jou ook in de call nu zitten. Wil jij nog even zeggen wie je bent? Ja, dat wil ik wel. Ik ben Jorrit. Nuts-fanaticus. Ik ken de meeste mensen van jullie, ken ik al. Behalve
Dat hoeft niet. Je mag alleen nog even zeggen of je... nuts enthousiast bent of niet. Maar zo te horen, fanaticus, dus dat zal wel. Ja, enthousiasteling en fanaticus. En activist ook nog. Ja. Kijk, alle drie. Heel goed. Dankjewel, van harte welkom. Dan draag ik nu het woord over aan Sergey. En dan van harte welkom, Sergey. Mag jij nog even zeggen wie je bent en het woord overnemen. Ja, dankjewel Jochem. Dank ook om voor het even instappen in deze rol. Ik was iets verlaat door een meeting die we altijd om de week op vrijdagochtend hebben. En waar het er, verhit aan toe ging vandaag. De rest van de details zal ik jullie besparen. Mijn naam is Sergey van Middendorp van Miles Ahead. Vanaf het begin betrokken bij Nuts. Enthousiast natuurlijk over de ontwikkelingen. En ook bestuurder bij de stichting, net als Thomas. En de agenda van vandaag. Welkom ook aan onze Sloveense gasten. Fijn om te zien dat ook in het buitenland belangstelling ontstaat voor Nuts. En wordt vervolgd via een afspraak met Marlene, denk ik. En Marlene, jij wil nog iets zeggen voordat we de agenda induiken? Ja, dat klopt. Voor Jochem, wij kennen elkaar heel goed. Voor de mensen die mij niet kennen, Marlene Gigaze, ambassadeur van Nuts. En already put in the chat my email address so you can connect to me. Oké, dank je. Dank je wel, Marlene. Ja. Even kijken, op de agenda staan een aantal punten. De technische ontwikkeling door Wout zometeen. Het plan voor de komende jaren wat uitgewerkt is. En daarna testen door Jochem. Een statusupdate door Marlene. En de case van Naast, die vorige keer ook al te gast waren op de community, maar nu zeg maar hun verhaal gaan delen. En dan de rondvraag. En de mededelingen. Zijn er nog wijzigingen of toevoegingen gewenst op de agenda? Zo niet. Dan, als jij er klaar voor bent, Wout, geef ik graag jou het woord. Ja, alleen een korte update. Anders zou het er veel overlappen met onze vorige update, want het was slechts 3 weken geleden. En in 3 weken doen we natuurlijk niet zoveel aan de techniekkant. Vorige keer ook kort genoemd dat pentestresultaten zijn binnen. Er is een pentest gehouden op onze cryptografische libraries en op onze API's exposed naar de buitenwereld. Daar zijn een tiental issues uitgekomen. Die hoeven we niet geheim te houden, want er zijn geen schokkende dingen uitgekomen. En die zijn we nu ook aan het oplossen. Dus volgens mij is de helft inmiddels al opgelost of afgevinkt. En voor de volgende release in het eerste kwartaal zou alles ook wel afgedekt zijn. Dat is eigenlijk de meer spannende zaken. Voor de rest zijn we voornamelijk veel dingen aan het ontwerpen om ook daadwerkelijk volgend jaar te gaan bouwen. We zitten een beetje in een loot, hè? Dus e-overdracht gaat naar productie, dus we hebben ook niet te veel gepland om tijd vrij te houden daarvoor. Mooi, dankjewel. Vraag aan Wout, Marlene? Een aanvulling en een oproep. Elke 2 weken is er een developersmeeting. 4 weken. Elke 4 weken is er een developersmeeting. En daar kan je via het Slack-kanaal informatie over vinden en aan deelnemen. En het staat ook in de kalender van Nuts. Dus dat is eigenlijk het kanaal waar je elkaar kan vinden om vragen over technische dingen te stellen. Dus ik zou willen aanmoedigen alle leveranciers om daar te verzamelen. Ik heb nog een vraag aan Wout. Als jij zegt we gaan lekker bouwen aan dingen, zeg maar even, kan je in 2 zinnen iets zeggen over wat die dingen dan zijn? Want versie 5 Nuts is klaar, dus ik was overtuigd dat we helemaal klaar waren met Nuts. Maar er moet dus ook nog iets gebouwd worden. Nee, software is natuurlijk nooit klaar. Het is heel simpel. Voor hoe ver vooruit wil je het weten, Jochem? Nou ja, gewoon dan bij wijze van spreken wat het komend jaar dan met name... Eigenlijk is er zo'n soort nieuwe slide dan van versie 5 hebben we en dan versie 6, 7, 8 of zo? Of... Ja, we hebben inmiddels... Ik had hem vorige meeting ook in tekst gedeeld, maar inmiddels is die ook grafisch uitgewerkt. Dus ik zal hem wel even tevoorschijn te overgooien. Dat mag in 2 zinnen, maar meer even voor het beeld wat dan ongeveer de
Ja, ik heb daar natuurlijk moeite in gestaan om plaatjes te zoeken en dergelijke. Dus dan wil ik hem ook wel grafisch delen. Ja, dus het bedenken van de namen van de releases is natuurlijk het meeste werk. Even kijken, waar staat hij? Hier. Ja, daar. Kijk, dan zal ik hem even snel delen. Hop, hop. Kijk, mooi in het rood. Nou, hier in een paar woorden staat het. Ja, wat hier niet bij staat, maar dat is ook enigszins afhankelijk van of we met SIDN nog een project samen gaan doen, is eigenlijk alles omtrent het gebruik van verifiable credentials om dat configurabel te maken. En dus er zijn nu regeltjes bedacht van hey, gebruik deze verifiable credential en u krijgt toegang. Maar die regels die verschillen per use case en per domein. En dat wil je eigenlijk configurabel maken, zodat je de node kan inzetten voor welk domein dan ook, ook buiten healthcare. Maar als je het hebt over zorg, ook het sociale domein, gemeentelijk domein, et cetera. Mooi. Nog meer vragen aan mij? Ja, kun je dan bij wijze van spreken per use case dus aangeven welke credential types je wel en niet wil accepteren of zo? Ja, en wie zijn daarbij de trusted third parties? Voor de ene use case. Kijk, stel je hebt het over zorg in het algemeen, daar zal heel veel overlap zijn. Maar wellicht, zodra je naar het sociale domein gaat, zeg je ook, ik wil eigenlijk alle gemeentes vertrouwen. Ja. Die je misschien niet eens nodig hebt in de curatieve zorg. Oké, okay. Ja, nee, ik zie zeker allerlei toepassingsmogelijkheden. Ja, ja, gaaf. Mooi. Kan ik nog wat vragen hierover? Zeker. Want dit is dan zeg maar een roadmap wat voor mij heel erg zeg maar de onderliggende techniek is. Hoe zit het met de roadmap van de bolts die ontwikkeld worden? Hoe moet ik dat zien ten opzichte van dit? Marlene, kan jij dat antwoorden? Ja, een hele goede vraag. Ik hoor heel graag. De nutsnode is. Misschien kan Wout mij ook aanvullen. Is niet hard gekoppeld aan de toepassing. De nutsnode gaat eigenlijk alleen maar over over de vertrouwenslaag. Kunnen we elkaar vinden en vertrouwen? En vervolgens kunnen de toepassingen onafhankelijk verder ontwikkeld worden. Dus als je nieuwe zips hebt of zo, hoef je aan nuts niks te veranderen. Dat de vraag? Dat begrijp ik inderdaad. Hè. Dit heb je nodig om de bots uiteindelijk te kunnen realiseren. Maar ik ben ook erg geïnteresseerd in de roadmap van de bots. Misschien komt dat op een later moment nog. Maar dat is eigenlijk concreet mijn vraag. Of daar ook over bekend is. Ja, die roadmap ligt met name in de beschrijving van de toepassing. En dat zijn de leveranciers die ook daadwerkelijk de zorginformatiebouwstenen inbouwen. En hoe ze die inbouwen. Dus daar is een beschrijving van. Die staat op GitBook. En die leveranciers gaan ook verder daarmee. Nou, jij hebt ook een overzichtje, Marlene, toch? Met de toepassingen en waar ze ongeveer staan. Komt dat in jouw update? Dat komt in mijn update. Alleen als je het specifiek voor e-overdracht hebt, dan is in die toepassing gaan we natuurlijk ook verder. De zips overnemen, op welke manier dan, welke functionaliteit hangt daar aan vast. En dat kunnen leveranciers op de laag van de functionaliteit zelf organiseren. Dat is niet gestandardiseerd. Maar op de laag van de standaarden, als er meer WIP bij komen, moeten ze ze ook allemaal inbouwen. Willen ze ze kunnen uitwisselen. En dat is niet iets waar Nuts in principe over gaat, maar wel waar de leveranciers die de toepassing realiseren en NICTIS daarover gaat. Dus de leverancier zelf is eigenlijk dan aan zet om te zeggen, waar sta je met je roadmap? Ja, maar als ik even kijk naar bijvoorbeeld de Bolt ANW, dat is iets waar op dit moment vanuit zorgaanbieders enorm veel behoefte aan is. Hè? Dat is toch wel iets wat gezamenlijk door de leveranciers gemaakt moet worden. Gebruikmakend van wat hier staat. Dus dat ligt niet aan één leverancier. Hè? Dat is toch iets wat volgens mij in het Noord-Nut-samenwerking gerealiseerd wordt. Dus ik vroeg me af van, is er ook een beetje een beeld van die voortgang? En ja, klopt. Kom ik op terug. Oké. Okay.
Helemaal ja. Goed. Dankjewel. Ja. Super, dankjewel Jolanda. Dankjewel Marlene. Nog meer aan Wout? Zo niet. Dankjewel Wout voor jouw update. Gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is een korte presentatie van het plan voor de komende jaren. Dat zal ik zelf doen. Daarvoor ga ik mijn scherm delen. Zo. Voor wie het nog niet wist, we hebben de afgelopen jaar gewerkt aan een project om te kijken wat is er nou in de volgende fase van de ontwikkeling van Nuts ook als organisatie nodig om gezond door te groeien. Ja, we hebben een succesvolle pioniersfase achter de rug. We gaan met z'n allen in productie met de e-overdracht. Er zijn meerdere toepassingen op Nuts in ontwikkeling. Er wordt heel veel beproefd en gedaan. Maar we groeien door en dat betekent ook iets voor je organisatie. Wat voor structuur is er nodig om de komende jaren Nuts gezond door te laten groeien? Dat is eigenlijk een beetje de onderzoeksvraag. En daar is nu een plan uitgekomen. En dat plan zijn we een rondje aan het maken naar de deelnemers die met Nuts in productie gaan. En nu dus ook aan de community om te kijken van wat vinden jullie daarvan? De samenvatting van dat plan bestaat uit een aantal regels. En per regel komen er nog een paar slides om dat nader toe te lichten. Maar dan weet je vast wat het overzicht is. Hè? We hebben een jaar of anderhalf geleden met elkaar geformuleerd van hoe mooi zou het zijn als Nuts in 2025 de de facto infrastructuur is voor gegevensuitwisseling. Want dan heb je zeg maar met z'n allen een voorziening, een nutsvoorziening waar je gebruik van kan maken. En dan kunnen we veel meer doen. Dus dat is eigenlijk waar we naartoe streven. Om daar te komen willen we dus dat we ons gezond blijven ontwikkelen als samenwerkingsverband. We hebben onderzoek gedaan wat er nodig is om dat te ondersteunen. En wat nodig is, is dat de organisatie iets meer structuur krijgt om de intensiverende samenwerking te kunnen ondersteunen. En daarbij zijn er twee specifieke aspecten, de techniek en de governance zou je kunnen zeggen. En dat moet ook gefinancierd worden. Dus de financiering van de organisatie moet ook gezond worden. Nou, als je zo'n organisatie hebt, dan kan die organisatie samen met de community met een flexibele benadering concreet invulling geven aan het realiseren van uitkomsten die zo'n gezonde ontwikkeling weerspiegelen. Dus daar gaan we ook iets over zeggen. Daar komen ook kosten bij kijken. De begroting van die organisatie zie je voor de komende 3 jaar, 250, 300 en 350.000 euro. Daarnaast wordt er overigens ook nog veel in-kind geïnvesteerd, dat zullen we zo meteen ook nog zien. En om de onafhankelijkheid en de duurzaamheid van Nuts als ecosysteem te borgen, is het voorstel dat deze kosten door de deelnemers in Nuts betaald worden. Dat is de samenvatting van het plan. Als je trouwens vragen of opmerkingen erover hebt, bewaar ze nog eventjes. Tenzij ik iets zeg wat je niet helder is, breek dan even in om te vragen over verheldering. Allereerst die doelstelling. Als je zoiets zegt, is het altijd goed om even afstand te nemen en te zeggen waarom willen we dat ook alweer. Nou, allereerst, we zijn met z'n allen in allerlei programma's met uitkomstdoelen, prioriteiten, financieringsconstructies in de vorm van VIP-regelingen. Sinds kort ook een nieuwe wet die nu voor de Eerste Kamer voor ligt. Om daar meer harmonie in aan te brengen, normen voor generieke functies waar we met z'n allen aan werken. Bezig om de adoptie van toepassingen voor samenwerking in de zorg voor elkaar te krijgen. Maar de realiteit is nog steeds dat dat een heel moeizaam en traag proces is. We hebben te maken met sectoren in de zorg, ieder hun eigen taal, achtergrond, historie, structuren, systemen. Om dat te harmoniseren, erg lastig. Die VIP-regelingen zijn soms overlappend, soms contrasteren ze met elkaar. Zoals leverancier met meer dan één sector te maken heeft, best lastig. Naast die 5 hoofddoelen hebben we er nog veel meer. Maar dit is waar we nu in acteren, ook als Nuts, in dat landschap. En we pleiten al een poos voor, als we die lagen kunnen ontkoppelen, als Nuts zich bijvoorbeeld concentreert op die vertrouwenslaag, dan krijg je daarboven flexibiliteit, keuzevrijheid en kan je meer gaan ontwikkelen. Kan je ook meer parallel gaan ontwikkelen, omdat je niet met verticaal geïntegreerde systemen zit, waar iedere laag met ook zijn eigen taal en jargon en expertise het eerst met elkaar eens moet zijn voordat je de volgende stap zet. Dus dit is de huidige situatie. En daarin halen we nu dus die eerste successen. Maar hoe gaat dat straks verder? Ja, als je kijkt naar hoe het straks verder gaat met de zorg, zijn er in de aanloop naar de afgelopen verkiezingen heel veel visies verschenen van denktanks, ook van VWS zelf, over hoe het met de toekomst van het stelsel moet. Daar wordt gezegd, we moeten naar een transformatie toe waarbij we als uitgangspunt gezondheid gaan nemen. En zorg in de context van gezondheid geboden gaat worden. En in die volgorde. En dat is nogal wat als je dat zegt. Dan gaan preventie en gezondheid veel meer aandacht krijgen structureel. Ook vanuit zorgaanbieders, ook vanuit verzekeraars.
Dat zijn niet de kerntaken op dit moment. Daar wordt niet op afgerekend. Hè? Dus dat is een enorme verschuiving. Daarnaast betekent dit dus dat je over die sectoren met ieder hun eigen jargon en achtergrond heen samen moet kunnen gaan werken. Nou, samenwerken is al moeilijk, maar helemaal als je zeg maar hele verschillende achtergronden hebt. Maar ook dat is nodig om zeg maar veel meer integraal die zorg te kunnen transformeren naar uitgangspunt gezondheid. Het moet ook leuk weer worden om in de zorg te werken. Mensen lopen met borstjes weg of zijn heel moeilijk aan te trekken. Ook door de demografische ontwikkeling, hè? Niet dat die mensen er zijn of zo. Dus we moeten efficiënter zijn en tegelijkertijd moet het leuker worden. Nou, dat zijn nogal uitdagingen zeg maar voor de komende paar decennia. Hè? Want het wordt wel in de context van naar 2040 neergezet. Maar wat ook gezegd wordt in bijna al die notities is hè, dat open standaarden op de techniek in ieder geval een sleutel zijn om daar te komen. Nou, dat is iets waar wij natuurlijk ook op inzetten. Als je dan kijkt naar het politieke compromis voor de komende paar jaar, is dat het Integraal Zorgakkoord. Daarin zie je dus eerste glimpsen van die langere termijnvisie concreet gemaakt. In van nou, de komende jaren willen we dit en dit bereiken. En gegevensuitwisseling heeft een nog veel prominentere plek en meer als één thema in plaats van per sector dan daarvoor. Dus nou ja, stapje voor stapje lijkt het die kant op te bewegen. Als je dan kijkt naar wat dat inhoudelijk drijft, die transformatie, dan zie je linksboven het model van positieve gezondheid. Een model wat vrij breed in de Nederlandse zorg wordt geadopteerd. En wat zegt, gezondheid bestaat uit veel meer dimensies dan alleen mentaal en fysiek. Ook uit wat drijft mensen, wat vinden ze zinvol, de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren. Dus dit model wordt steeds meer een gespreksinstrument in de zorgrelatie ook. En dat betekent dus ook dat mogelijk gegevens uit die heel andere levensdomeinen ook een rol moeten kunnen spelen in die zorgrelatie. En dat zijn gegevens die niet in de zorg worden verzameld, als mensen zelf al weten wat ze drijven, bij wijze van spreken. Hè? Dus dat ontstaat misschien wel in die gesprekken. Meer maatschappelijk is er een model dat heet Health in All Policies. Dat is een Wereldgezondheidsorganisatiemodel, wat zegt gezondheid is niet alleen van de gezondheidszorg. Gezondheid wordt ook beïnvloed door huisvesting, transport, werkgelegenheid, voeding en noem maar op. Dus als je zeg maar integraal met gezondheid aan de slag wil, moeten ook partijen uit die andere sectoren betrokken worden. En in hoeverre zij impact hebben op onze gezondheid, moeten we het ook over hebben met elkaar. Je ziet dat al in de ministeries die in Nederland samenwerken. Volgens mij sociale zaken, werkgelegenheid en VWS. En de derde kan ik even niet verzinnen, maar dat gaat over de schuldhulpverlening. Want de realisatie dat schulden een enorme impact hebben op het stressniveau van mensen en daarmee op de mentale gezondheid is bekend. Dus in plaats van direct op mentale gezondheid te focussen, als we iets aan die schulden doen, hebben we misschien minder instroom. Nou, dat soort ideeën zie je ontstaan vanuit deze beleidsinsteek. Als je dan kijkt naar de architectuur die daaronder moet liggen om dit mogelijk te maken, dan moet je dus over die verschillende domeinen, je persoonlijke leefomgeving, je sociale netwerk, ook het sociale domein als een professie, maar ook de professionele zorg, moet je kunnen samenwerken en schakelen, rechtdoend aan de historie en de jargons in die omgevingen, maar dus ook over die grenzen heen kunnen gaan werken. Nog wat dieper liggen dan twee belangrijke metaforen waar we mee te maken hebben in die verschuiving. De een is de keten en de ander is het netwerk. En die keten, die taal gebruiken we nog heel erg vaak om zeg maar, een samenwerking in een proces te duiden. Maar als je kritisch bent op die metafoor, dan zie je dat die voortkomt uit de industriële revolutie. Via de fabricage die dan ontstaan is, naar de bedrijfskunde van Michael Porter. Die zegt, als je naar organisaties kijkt als een set activiteit, is dat eigenlijk ook een keten. Maar dienstverlening en helemaal samenwerking in een netwerk past niet zo goed in dat model. Dus dat model knelt en we moeten onze taal eigenlijk veranderen naar dat netwerk. En als je de complexiteit echt omarmt die zeg maar geïmpliceerd is in die transformatie waar we het net over hadden, een gedistribueerd netwerk waarin ieder zijn eigen rol in kan vullen, zijn perspectief kan delen met anderen en zo samen kan sturen op de complexiteit waar je mee te maken hebt. Nou, dat alles gezegd hebbende, Nuts heeft dat soort netwerkuitgangspunten als start genomen om te gaan ontwikkelen, om die lagen te ontkoppelen. En de belofte zou dus moeten zijn dat je allerlei toepassingen, inclusief toepassingen voor netwerkzorg, op Nuts kan maken. En daar beginnen we nu dus bewijs van te zien. We gaan in productie met de EO-overdracht, maar ook de integrale geboortezorg is beschreven als een Nuts toepassing. De ANW-zorg, komt straks dus nog terug op die roadmap, is beschreven. KIC-V, Indra is hier ook vandaag, is beschreven en beproefd. En in hackathons worden nog veel meer toepassingen op Nuts beproefd. Over het algemeen wordt in een week al aangetoond dat het technisch zou kunnen werken, zeg maar, wat er bedacht wordt. Dat wil nog niet zeggen dat het in de praktijk gebruikt wordt. Maar we beginnen te leren hoe dat proces werkt om versneld meerdere toepassingen parallel met elkaar in een community, in een netwerk te ontwikkelen.
Dus daarom pleiten we ervoor dat Nuts over een aantal jaar een de facto infrastructuur is, want dan zou je dus die versnelling kunnen krijgen van de adoptie van netwerkzorgtoepassingen. Wat ook nodig is, is die keuzevrijheid. Dus als je steeds meer specialisten hebt die samenwerken rondom het unieke verhaal van een persoon of een patiënt, moet je ook kunnen kiezen welke applicaties bij die situaties goed passen, zeg maar. Ja, dus dat is iets wat Nuts ook mogelijk moet maken. Aan de andere kant van die vergelijking heb je het over de leveranciers. Je moet makkelijk kunnen toetreden tot zo'n netwerk om iets unieks functioneels toe te voegen. Nou, Nuts moet dat mede mogelijk maken. En de kosten voor koppelingen. Er worden niet minder koppelingen gemaakt in de toekomst. In zo'n netwerk heb je alleen maar meer koppelingen. Hè? Dus die kosten moeten omlaag per stuk om dat ook überhaupt haalbaar te maken. Nou, met ons manifest in de ene hand, dit soort doelen in de andere hand, proberen we dus toe te werken naar die Nuts als de facto infrastructuur. Dan, om daar te komen willen we ons gezond doorontwikkelen. En we hebben een onderzoekje gedaan wat daarvoor nodig is. Nou, de afgelopen maanden hebben we aan de hand van een plan van aanpak, gefinancierd door Gerimedica en NEDAP, een rondje gemaakt langs alle deelnemers die nu in productie willen gaan, literatuuronderzoek gedaan. We hebben ook samenvattingen gepubliceerd, die staan hier nog even op een rijtje als je ze na wil lezen. En we hebben gezegd welke 10 dingen zien we nou als Nuts gezond is. Wat zouden we dan zien? En die staan hier op een rijtje en die hebben we gebruikt eigenlijk om en inhoudelijk mee te ontwikkelen. We hebben de afgelopen maanden ook echt stappen gemaakt op een aantal van deze uitkomsten. En tenminste ons beeld gevormd van, hey, wat is daar nog meer te doen? Wat zien we daarvoor de komende jaren? Wat er zou kunnen gebeuren? En zoals al gezegd, dit zijn de deelnemers die we daarvoor gesproken hebben. Dat zijn in principe de partijen die met e-overdracht in productie gaan, zeg maar begin komend jaar. We hebben literatuuronderzoek gedaan. Er is in de wetenschap best wel veel bekend over open source software ecosystemen. Nuts is in die zin niet zo uniek, gelukkig. Dus kunnen we ook leren van anderen, zoals Linux, Apache, noem ze maar op. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. En we hebben ook bij een aantal collega-communities gekeken. Hoe doen die dat? 2 in de zorg, 1 niet in de zorg. En zo onze ideeën verzameld. En de uitkomst is dus iets van een organisatie met iets van een structuur voor de komende fase die de techniek, de governance en de financiering helpt regelen. Die organisatie, die heb ik getekend in een aantal kringen. Dus we hebben te maken met even de wereld die nog buiten ons staat. Daarbinnen hebben we een ecosysteem waarin Nuts een gezonde plek moet hebben. Met relaties met partijen die ook in dat veld een rol spelen. Denk aan VWS, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, noem allemaal maar op. Daar heeft Nuts een plek. Dan heb je de Nuts community. Dat ecosysteem is dus niet het Nuts ecosysteem. Zoiets bestaat volgens mij niet. Maar de Nuts community bestaat wel. Zo zitten we hier bij elkaar. Dat zijn mensen die geïnteresseerd zijn en gemotiveerd zijn om mee te denken, bij te dragen, kennis te nemen van Nuts toe te passen in hun toepassing of in hun use case. En een van onze belangrijkste en grootste dragers, zou je kunnen zeggen. En er ontstaat nu een nieuwe kring en dat is eigenlijk de Nuts deelnemers. En dat zijn de deelnemers die met de stichting een aansluitovereenkomst tekenen waarbij ze Nuts in productie nemen met elkaar. En dat is een nieuwe kring en daarvoor hebben we dus een aansluitovereenkomst gemaakt. En ook daar moeten we iets mee, zeg maar, in de organisatie. Nou, in het hart van die organisatie, of ter ondersteuning van het hart van die organisatie, moeten er 3 rollen ingevuld worden. 1 is de stichting, die bestond al. Er moet een rechtspersoon zijn die je kan aanspreken. En die je in rollen waarin een rechtspersoon nodig is, de community kan vertegenwoordigen. Dat blijft de stichting doen. Er komt een rol die heet technisch team. Die bestond eigenlijk al. Alleen tot nu toe zeiden we, dat is de community. Maar we willen ook iets met de doorontwikkeling van het technisch team en mensen kunnen aantrekken in het technisch team in de komende jaren. Dus door te benoemen dat het er is, wie daarin zit, dat ze developers meeting hebben, zoals Marlene net al zei. En wat er, zeg maar, op de roadmap staat, welke issues er tegenaan lopen, hoe je kan bijdragen, dat dat duidelijk en transparanter wordt, gaat helpen om daar een beweging in te krijgen. Hetzelfde geldt voor het ondersteunend team. Dat was er eigenlijk ook altijd al, maar ook niet zo benoemd. En dat gaan we nu ook concreet als een rol neerzetten. Wat moet zo'n ondersteunend team doen om de governance onder andere en de financiering te helpen regelen? Nou, dit is een hele lab tekst. Die ga ik niet helemaal voorlezen, maar we hebben een model uit de wetenschap gepakt. Dat heet het waardennetwerk. Porter had een waardeketen, maar er is ook een doorontwikkeling daar geweest in de taal naar een waardennetwerk. En een waardennetwerk heeft 3 kernactiviteiten. Namelijk het aantrekken van nieuwe deelnemers voor het netwerk. Zorgen dat die deelnemers aangesloten worden met een dienst. En uiteindelijk het draaien van het netwerk. Dat is de core business, zeg maar, van een netwerkorganisatie. En je hebt een aantal ondersteunende activiteiten. Je hebt wat bedrijfsvoering, zoals in elke organisatie. De ontwikkeling van de organisatie zelf. Onder andere dit plan bijvoorbeeld. En de gesprekken daarover met elkaar. Hoe gaan we de komende jaren doorontwikkelen? De ontwikkeling van de technologie.
dat was eigenlijk tot voor kort de core business van Nuts, zou je kunnen zeggen. We hebben toegewerkt naar het moment waarop je ermee in productie kan. Dus het was eigenlijk een ontwikkelorganisatie. En die ontwikkeling wordt nu ondersteunend aan het draaien van het netwerk. Het doorontwikkelen daarvan om dat netwerk gezond door te ontwikkelen. En zo af en toe moet je wat inkopen. Dus gaan we nu wel of niet op een professionele versie van Slack zitten bijvoorbeeld. Of gaan we naar iets anders over. Omdat onze berichten na 90 dagen verstopt worden. Dat soort vragen kan je daar beantwoorden. En wat je dan in de twee andere kolommen ziet. Is eigenlijk een voorstelverdeling van activiteiten. Tussen de community en de deelnemers aan de ene kant. En de onderdelen van de nutsorganisatie aan de andere kant. He, dus de deelnemers draaien zelf bijvoorbeeld het netwerk in hun afspraken met hun klanten. Dat is een peer-to-peer omgeving. He, maar wij kunnen daar ondersteuning aan bieden. Mocht blijken dat er in de software nog kwetsbaarheden zitten bijvoorbeeld, he, dan kunnen we die aanpakken. Zoals net gebeurd is. He, dus zo zie je op elk van de aspecten van de core business een rolverdeling tussen die organisaties. Dan heb je dus een hoger doel, iets van meer structuur, iets van een taak- en rolverdeling. En de vraag is dan, waar stuur je dan op? Wat is je kompas, wat is je kaart om de komende jaren die invulling te geven aan die doelstelling? Nou, wij denken dat die 10 uitkomsten die we gebruikt hebben om het plan te maken nog wel even houdbaar zijn. Ook bijna al deze aspecten kan je nog doorontwikkelen de komende jaren. Er kunnen ook nieuwe aspecten bijkomen en misschien is op een gegeven moment iets zo volwassen dat je zegt, nou ja, daar hoeven we even niks meer aan te doen. In een flexibele benadering kunnen we periodiek, zeg maandelijks, met elkaar ook kijken van, hé, waar staan we? Wat is het plan voor de komende periode? Prioriteiten stellen. We willen de kring verbreden. In het plan wat we tot nu toe hebben uitgevoerd, was er een stuurgroep met een evenwichtige vertegenwoordiging uit de community, het bestuur en de deelnemers en de financiers. We willen eigenlijk meer mensen uit de community gaan betrekken bij dat proces. In ieder geval de deelnemers, die dit in productie gebruiken. En we denken dat dit goed werkt om daarop te sturen. Nou, en uiteindelijk hebben we dan een begroting waar ook geld gefinancierd moet worden. En we willen graag dat de deelnemers in Nuts dat doen om de onafhankelijkheid te borgen. En als je dan de verdeling ziet van waar wordt gefinancierd in Nuts, dan zie je dat in de community, denk ik, nog steeds de meest substantiële investering wordt gedaan als je alles bij elkaar optelt. Hè, iedereen die hier zit, iedereen die mee investeert, iedereen die Nuts zeg maar in zijn eigen systeem implementeert. En dan komt die nieuwe kring van die deelnemers. Voor zover er out-of-pocket kosten zijn, vragen we de deelnemers die te financieren. Maar andere deelnemers, zoals Nedap, blijven ook nog stevig in-kind investeren. Zoals ze ook de afgelopen jaren hebben gedaan in Nuts. Dus daar zit ook een belangrijke component. En bij partijen in het ecosysteem gaan we te raden om bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de specificaties en de software te helpen financieren. Wout noemde het SEDN-fonds al eventjes, daar zijn we mee in gesprek. Mogelijk zijn er ook anderen die bij willen dragen. Dus dit moeten we nog iets verder fine-tunen en scherpstellen. Maar we zijn in ieder geval met de deelnemers al in gesprek om te kijken hoe kunnen jullie bijdragen. En dat zijn constructieve gesprekken. Tot zover mijn presentatie. Dan stop ik met delen en ook hier de vraag, aanvullingen, opmerkingen, vragen, welkom. Ja, misschien even een vraag vanuit mijn kant. Ik zag positieve gezondheid staan, vanuit de zorg kennen we die. Maar waar wij in de zorg altijd tegenaan lopen, is dat niemand in zorgland spreekt dezelfde taal. Een dokter spreekt een andere taal als een ergotherapeut. In de fysiotherapie spreekt weer een andere taal. Nou, dat is een groot probleem. Ik weet vanuit een ander traject, ben ik ooit betrokken geweest met de ICF-classificatie. Zijn u daarmee ook bekend van het WHO? Ik heb er wel van gehoord, ja. Ja, ja. Nou, ik ben toevallig trainer in ICF. Maar ICF is eigenlijk een taal, een soort coderingstaal waarmee je dus ook die positieve gezondheid in kaart kunt brengen. En waardoor je dus overdrachten en communicatie allemaal uniform over alle lagen van de zorg heen kunt doen. Waardoor dus bijvoorbeeld een verzorgende in Japan kan communiceren naar een tandarts in Nederland. En dat die tandarts gelijk weet van, hey, ik weet waar je het over hebt, zonder dat er een vertaalslag overheen moet. Dus ik weet niet of de overheid daarmee bezig is, maar dat is denk ik wel iets wat in de toekomst gaat komen. Omdat dat een stukje communicatie qua overdracht ook oplost. Mooi, Sander. Weet iemand hier of de overheid bij ons er ook mee bezig is? Jazeker. Oh, Thomas. Nou ja, wat je ziet, hè, de overheid is natuurlijk via haar uitvoeringsorgaan Nectis bezig om te proberen gestandardiseerd data in de zorg eenduidig te coderen in ZIPS. En wat je ziet is dat voor iedere ZIP opnieuw wordt gekeken naar welk stelsel er gebruikt zou kunnen worden. En in sommige ZIPS zijn er wel 7 stelsels die je mag gebruiken. En daar is soms de ICF er één van en soms SNOMED en soms, hè, afhankelijk van het domein, als het over allergieën gaat, over medicatie. Dus
Helaas zou je bijna kunnen zeggen is ICF maar een van de vele keuzes en is de overheid in het wilde landschap van het bos van de klassificatiemethodieken proberen ze een reële keuze te maken per zorginformatiebouwsteen waar er vele tientallen van zijn. Dus dat is eigenlijk wat er bij mij oproept als... Prima. Dan weet ik een beetje wat de status is. Hè? Want de ICF is eigenlijk gemaakt om gewoon een klap op te geven. En hè, we gaan nu allemaal die taal spreken en dan is het klaar. Maar ja, zolang iedereen daar een legje over mag doen... De ICF is een functionele klassificatie. Hè? Dus ja. Die klassificeert functionaliteit. Maar daar kan je bijvoorbeeld geen psychische ziektes mee diagnosticeren. Daar kan je geen darmvolvulus mee diagnosticeren. Daar kan je geen incontinent... en et cetera. Dus... Dat is het probleem waar je tegenaan loopt als je over de hele breedte van de gezondheidszorg gaat kijken. Dan kom je er niet met alleen die ICF. Nee. Maar het is wel een middel wat zou kunnen helpen. Maar fijn om even te horen dat het een beetje loopt nog. Ja, dankjewel. Super. Nog meer? All right. Dank dan voor jullie aandacht. Dan gaan we terug naar de agenda en door naar het volgende punt. En dan geef ik graag het woord aan Jochem als jij er klaar voor bent. Zeker. Ik ga even kijken of ik inderdaad kan delen. Share screen. Zien jullie dit? Mooi. Dan ga ik even kijken of je ook wel zo. Zien jullie het nog steeds? Jazeker. Yes. Heel mooi. Dan eerst even een vraag aan de mensen zoals ze hier zitten. Testen heb ik het maar even genoemd. Ik geef denk ik drie mensen even het woord. Wat is testen voor jou? Kortom, wie wil even iets zeggen wat voor hem of haar testen is? Anders ga ik iemand aanwijzen hoor. Ja, voor mij betekent het kijken of iets het doet, zeg maar. Oké, dankjewel. Durft iemand nog meer? Ja, ik ben nu net een test aan het schrijven. Wat ben je? Ik ben nu net een test aan het schrijven. Ah, wat is het voor jou? In mijn geval is het dus controleren of de software werkt. En ook garanderen dat hij in de toekomst blijft werken. Dus het is en nu en in de toekomst? Ja. En software? En software. Dankjewel, Thomas. Dankjewel, Steven. Thomas, jij wilde ook iets zeggen, dus graag. Jij bent de derde en de laatste dan. Ja, vanuit onze rol als leverancier is het ook een soort kwaliteitsgarantie. Voordat we het aan iemand, bij iemand anders in handen geven, willen we zeker weten dat het op standaard is. Dankjewel. Dan ben ik nu klaar met mijn presentatie, want alles wat ik ga presenteren is nu eigenlijk al gezegd. Dus dank daarvoor. Dankjewel. Het is dus eigenlijk heel eenvoudig. Toch wil ik ook de andere deelnemers graag aan het einde van mijn presentatie de gelegenheid geven om toch de dialoog hierover aan te gaan. Want alle antwoorden die jullie gaven zijn absoluut waar, maar daar is volgens mij nog een kleine, misschien wel grote nuance op van toepassing. Ik zie andere mensen niet. Ik zie nu vier mensen, mezelf en nog drie anderen. Dus als je iets wil vragen, moet je dat maar gewoon even doen door je te unmuten, want ik zie je niet meer. Dat gezegd hebbende, inderdaad, dank jullie wel voor de antwoorden. Testen. En ik heb best veel slides van Sergey gepikt. Dus ik ga zo meteen wel door een aantal slides van Sergey wat sneller heen. Want die heeft net al een heel mooi verhaal verteld. Maar ik wil ze toch even laten zien, maar dat komt zo. Ik dacht eigenlijk, testen. En toen had ik eerst dit staan. Want dat zijn woorden die Sergey had. Maar ik denk, we gaan niet alleen de decentrale infrastructuur testen. We gaan namelijk volgens mij heel nuts testen. Hou dit even als frame in je hoofd. Het verschil tussen dit en dit. Ga ik zo op in. Dan de presentatie. Ik ga even iets zeggen over wat mijn punt eigenlijk is. Nog meer dan wat ik net deed. En de vragen die ik jullie uiteindelijk ga stellen, die ga ik nu ook even alvast laten zien. Volgens mij doen wij twee dingen. Wij maken iets. En in mijn beleving inderdaad, Thomas, wil je daarna ook de kwaliteit gaan testen. Maar maken is dus iets anders dan testen. Kortom, het is één medaille, maar het zijn eigenlijk twee kanten van die medaille. Dus je moet niet vergeten, als je iets gemaakt hebt, dat het misschien ook handig is om het inderdaad even op kwaliteit te checken. Nou, gelukkig schrijft Steven al aan een test, dus dat is mooi. Maar als maken en testen eigenlijk één entiteit zijn, dus één medaille,
hoe ga je dan verder met de volgende vragen? Dan moet je volgens mij eerst zeggen, wat is nuts? Dat is wat ik net ook op de voorslide liet zien. Het is namelijk niet alleen iets technisch, maar het is ook een organisatie. Nou, nogmaals, dat heeft Sergej net uitgebreid verteld wat nuts allemaal is. Als nuts meer is dan alleen iets technisch maken, wat moeten we dan allemaal testen? Dat zijn de vragen die ik had toen ik deze presentatie maakte. En hoe doen we dat dan? Dus wat is nuts? Wat moeten we dan testen als nuts meer is dan alleen iets technisch? En hoe doen we dat? En uiteindelijk de vraag aan jullie, wat vinden jullie? Maar dat is dan aan het einde even als dialoog. Dan even snel voor mensen die nieuw zijn in de community of zometeen online. Nuts is een nutsvoorziening voor digitale samenwerking in de zorg. De Nuts Community ontwikkelt een vertrouwenslaag bovenop het internet die inzetbaar is voor veel toepassingen. Dat is ook die vraag die net even gesteld werd. Welke toepassingen en hoe staat het daarmee? Dat is natuurlijk feet on the ground. Leuk zo'n verhaal, leuk zo'n stelling, leuk zo'n manifest. Maar waar zijn de use cases? Dan nog even het totaalbeeld. Wat doet, dit is het maar, ja, ik kom er zo nog op terug, maar het lage model van nuts. Wat doen we niet? Die grijze balken. Wat doen we wel? De rode balk. Dit even verbijzonderd. Identiteit, dat doen we. Wie ben je? Autorisatie, wat mag je? Register, hoe kan ik je digitaal benaderen? En logging, wat is er gebeurd in het netwerk? Dit is alles wat nuts dus doet. Maar we zijn in het zorgveld breder bezig. Ook daar heeft Sergej net al veel over gezegd. Voor dit is nu even belangrijk. Er is een NICTIS 5-lagen model. Ik heb er als grapje dan maar even het nuts 4-lagen model naast gezet. Waarvan nuts dus met name 1 laag doet. Dit is de overview even een beetje in lijn met wat Sergej volgens mij net vertelde. Dit maken we, nodes implementeren en zorgen dat dingen veilig over de lijn gaan. En hier even dan, wat doen we dan wel al? Een beetje de vraag die aan het begin ook gesteld werd. Er zijn eigenlijk al best wel use cases. De implementatie is gaande over 5 stuks. De ontwikkeling is gaande over nog 5 stuks. En er wordt een inbeproefde chat. En dan zijn er zelfs ook nog verkenningen gaande. Dus je kan zeggen, nuts is al behoorlijk druk bezig met allerlei feet on the ground dingen. Maar naarmate je meer in productie komt en vanuit ontwikkeling naar implementatie gaat, wordt volgens mij ook testen belangrijker. Vandaar dus mijn zorg die ik heb omgezet in deze presentatie en waar ik zo meteen graag met jullie de dialoog over aanga. Dit is de borging van het verhaal dat er ook steeds meer andere clubs wetgeving of programma's maken die ook iets van ons willen. Ik denk dat de druk op nuts ook steeds groter wordt om steeds volwassener te worden. Vandaar deze plaat ook gepikt van Sergej. En er moet nogal wat gebeuren. Dit ga ik natuurlijk ook niet met jullie doorlopen, maar dit is natuurlijk een gigantische hoeveelheid uitgangspunten. Die zien jullie links in de kantlijn en onder staan. En je ziet een visie tot 2026. En deze heb ik dan weer gepikt van Jorrit van het Nuts Twin samenwerkend groeipad tot 2026. Als je hier in control wil zijn, je wil je governance regelen en je wil compliant zijn aan alles wat hier staat en regelgeving, moet je volgens mij een aantal dingen testen. Dat is even de reden waarom ik deze heb opgenomen en dat is best veel. Dit is nog even wat je net hebt gezien, ook van Sergej, dat er verschillende lagen zijn in en om nuts. En vers van de pers, en dit is er een beetje rudimentair tussen gerommeld, want dat heb ik net tijdens deze vergadering nog even zitten doen. Gisteren was ik bij een presentatie vanuit VZVZ over het TwinNuts groeipad. En toen zag ik een hele mooie slide en ik heb even de belangrijkste dingen voor mijn verhaal van hierna even rode pijltjes natuurlijk bijgezet. Dat ook in die presentatie van VZVZ gisteren over de combinatie TwinNuts gezegd werd, bij nuts moeten we op de laag organisatiebeleid, dat is dat NICTIS verhaal van net, bij Fire Notified Pool moeten we iets met organisatiebeleid. En bij de bestaande Nederlandse IHE-XDS-uitwisselingsinfrastructuren moeten we alle 5e lagen nog raken. Alle 5e lagen van het NICTIS-model is zeker niet alleen maar techniek. Vandaar deze slide nog even. En dit werkt natuurlijk allemaal enthousiasmerend. Dat kan ik me heel goed voorstellen voor mijn volgende slide. Want hier gaat het eigenlijk over. Naast het 5-lagen model van NICTIS en het 4-lagen model van nuts algemeen, stel ik jullie voor het volgende model, namelijk het 7-lagen testmodel van nuts. En ik heb het deel natuurlijk met een soort hoodie of een ding even weggehaald om de spanning op te bouwen. Maar volgens mij is voor heel veel mensen het eerste antwoord op testen, en dat hebben jullie, sorry, dat hebben jullie wel knap al gedaan, Thomas en Sergej, maar is vaak techniek.
Nou, de pentest, OTAP check, NAND dingen, nou, voor allerlei zaken. En gisteren in die presentatie dacht ik, verrek, eigenlijk het werken met verifiable credentials is ook een soort test op techniek. Maar het is allemaal techniek. Dit is voor heel veel mensen, als je vraagt, test je wel eens iets in deze wereld, dan is het gewoon, ja, dat doen we. Wat doe je dan? Techniek. Maar je ziet al, dat is laag 5. Als je een beetje doorpraat met veel mensen, dan zeggen ze, ja, nee, maar ik bedoel niet alleen techniek, ik bedoel ook wel de datalaag. Dus die is vaak, wordt ook nog wel genoemd. Techniek en data, dan zijn we klaar. Niet zoals ik naar de wereld kijk, want ik denk dat we naar een... Nou ga ik de verkeerde kant op. Nog een paar andere lagen ook moeten testen. Nou, jullie kennen mijn affiniteit met de why-laag van nuts. Oftewel, waarom maken wij eigenlijk nuts? Niet de techniek, maar waarom is nuts belangrijk in de wereld waar al heel veel tijd en geld is gestoken door andere organisaties om heel veel te bouwen, ook voor 2018? Waarom was er dan in 2018 toch nuts nodig? Hoe ga je concluderen of why nuts, waarom nuts nog steeds zinvol is? Nou, in dialoog, denk ik dan maar. Met elkaar, met het bestuur, met je omgeving. Waarom deden we dit eigenlijk? Zijn we nog steeds relevant? KPI, kritieke prestatieindicator voor why nuts. Nou, soort gevoel. Voor iemand die zo zwart-wit is als ik en kwaliteitsadviseur, is gevoel niet de beste KPI, maar ik wist even geen andere. Dus ik hou het even op de KPI gevoel. Jochem, de tweede... Jochem, mag ik even een inbreuk maken? Zeker, joh. Ik vind het heel fijn dat je nu met 7 lagen komt in plaats van alleen maar het technische, organisatorische en misschien ook de governance, want daar denk je in eerste instantie aan. Wat ik mis is een beetje, voor wie doe je het nou eigenlijk? Niet alleen maar voor de zorgorganisaties of opdrachtgevers, maar het gaat ook uiteindelijk om de mens in de zorg. Joh, dus ik ga even laten we zeggen, de gebruiker. Ik ga even onderbreken, want als je links kijkt bij onder nummer. Sorry? Onder nummer staat het nu, staan 6 lagen. Oh, 7 en... mis je net. Ah, sorry. Ja, dus ja, ik ben te voelen. Ga je even onderbreken, want ik denk dat je zometeen op je wenken bediend wordt. Maar dat is een beetje verraden van mijn volgende slide. Maar wel een hele goede vraag. Maar ik wilde de spanning nog wat opbouwen. Je hebt helemaal gelijk. Toch even terug naar nummer 1. Waarom is nuts er eigenlijk? Vervolgens willen we ook steeds checken of de behoefte is in de markt. Nou, ik hoorde vandaag ook alweer een aantal mensen over behoefte in de markt. Gisteren ook. En zelfs als ik tegenwoordig mijn mail open, zie ik wel eens behoefte in de markt. Dus ik heb het idee dat de vraag toeneemt en dat nuts groeit. Maar het is iets anders dan de why-laag. Dan inderdaad governance. Nou, Joop, je refereerde er al aan. Waarschijnlijk ook door jouw juridische achtergrond. Governance wordt ook door veel mensen nog wel gezien als belangrijk om te testen. Is het allemaal juridisch waterdicht? Dan de organisatie. Staat de organisatie? Is de financiering gezond? Monitor van een gezonde organisatie? En dat is natuurlijk het hele verhaal van Sergey van net. Met een document en een prachtige presentatie net. Dus daar loop ik even wat sneller doorheen. Maar voor veel mensen is dit best ingewikkeld om te zeggen, mijn hemel, dan bestaat testen eigenlijk veel meer dan alleen 5 en 6. Heeft iemand anders dan Joop hier al een vraag over? Anders ga ik inderdaad door naar de volgende slide. Nou, in ieder geval een aanvullende opmerking. Dit is al heel behulpzaam, ook weer om een plan wat er nu ligt en wat we in uitvoering gaan brengen. Ja, om te kijken hoe gaan we de feedback daarop bijvoorbeeld inrichten. Ja, ja. Dankjewel Sergey. Nogmaals, ik ben kwaliteitsadviseur eigenlijk en organisatieadviseur van huis uit. Maar ik vond het nadenken over de KPI's voor elk van de lagen vond ik nog best ingewikkeld. Dus ik ga graag met jullie de dialoog aan op elke manier om betere hoe en met name ook KPI's daarvoor te bedenken. Maar nou ja, ik heb even een voorzet gedaan. Dan nu 1 tussenslide volgens mij en daarna naar Joop. Ja, precies. Ik zie, en dat is een beetje wat ik net al probeerde te zeggen, de verschillende perspectieven op nuts. De verschillende perspectieven op wat is een mens. De verschillende perspectieven op wat is testen. Maar ook de verschillende perspectieven op wat is een bed. Dat is een beetje wat Sander volgens mij net zei. Van ja, die eenheid van taal is cruciaal. En dit is een klassiek plaatje dat, nou ja, dat is duidelijk. Er staat in het midden een olifant. Maar als je mensen blinddoekt, denken ze allemaal gelijk te hebben. En zitten ze elkaar ook soms in de weg met het uitleggen. Ik kijk zo naar de wereld, jij hebt ongelijk. Nou, volgens mij klopt dat niet, maar dat is wel wat er vaak gebeurt. Maar hoe ontkom je daar nou aan? Nou, het antwoord is niet. Maar als je langs elkaar heen praat, en dit is een plaatje uit een beetje de techboy wereld, zie ik vaak dat als je dat niet realiseert wat er allemaal getest moet worden, dat je soms uit een door een persoon in Nebraska uit 2003 ongelooflijk in de problemen kan komen
als je maar gewoon doorbouwt met je moderne digitale infrastructuur. Dit is een plaatje wat ik gejat heb uit de IT van de bankwereld. Want veel mensen zeggen dat grootbanken soms op deze manier in elkaar zitten. En ik denk dat we Nuts misschien daarbij kunnen zetten om een aantal dingen in de moderne digitale Nederlandse zorgdata-infrastructuur beter te borgen. Dit is mijn perspectief. Maar, en nou komt die van Joop. Wat missen we nog? Nou, ga ik niet meer vragen, want Joop heeft het eigenlijk al gezegd. We doen dit zodat uiteindelijk de klant, dit is laag 7 van het Nuts test 7 lagen model, daadwerkelijk zijn data, of haar data beschikbaar krijgt, dat de informatie stroomt en de patiënt uiteindelijk gewoon verzorgd wordt door een verzorgende die niet te veel tijd kwijt is om het informatiebeeld te complementeren. Hoe zorgen we daarvoor dat de klant tevreden wordt, dat de informatie helder, op tijd, wederkerig, veilig en duurzaam ter beschikking komt in alle systemen die daarvoor nodig zijn? Nou, en welke KPI dat was? Geen idee. En dan is volgens mij de belangrijkste vraag, en die hoorde ik net dankzij Thomas, Sergej en Steven al even, eigenlijk heel eenvoudig en een samenvatting van mijn hele presentatie tot nu toe. Doet het het? LSP, LSP Plus, Aorta, Nuts, Kikvee, maakt me niet uit. Doet het het? Maar dan wel op alle 7 lagen. En niet alleen op de laag. Ja, de techniek doet het. De app is klaar. Oké, en hoeveel billen was de app? Ja, 0. Ja. Doet het het? Dat was de belangrijkste vraag. Dus als je die onthoudt, doet het het? Dan ben je klaar, zeg maar even, met mijn aandeel in deze dag. Maar toch nog even als afronding. In het plan wat Sergej net gepresenteerd heeft. En dit zijn de 10 punten die Sergej al heeft laten zien. Daar miste ik, en daar heb ik het natuurlijk al met Sergej over gehad. Testen, testen, testen. Dus los van, met alle respect voor Sergej's 10, denk ik dat deze er eigenlijk nog bij hoort. En dan dus op de 7 lagen testkant van Nuts. En dan ben ik inderdaad echt klaar. En dan is het tijd voor ruimte voor dialoog en vragen. Dankjewel, Jochem. Mooi. En dank ook voor die aanvulling in de backlog. Dat is de relatie die we zoeken natuurlijk met onze community. In onze community. Vragen en aanvullingen, opmerkingen voor Jochem? Ik zag iets, Jorrit, in de zijlijn verschijnen. Over bouwers ook. Interessant. Wil je daar meer over? Ja, ja. Ik heb een nieuw credo. Geïnspireerd door de 35e president van de Verenigde Staten van Amerika. Die gaat zo. Eindgebruikers first, bouwers second. Oei. Steven? Ja, anyway. En aan de hand daarvan denk ik dat je dus... maar dat zei je zelf ook al. Belangrijk, KPI is natuurlijk tevreden eindgebruikers. Maar we moeten ook tevreden developers hebben. Dat is denk ik minstens zo belangrijk. Want als niemand het bouwt, dan kunnen we ook geen eindgebruikers blij maken. Twee kanten van één medaille. Dat is helemaal eens, Jorrit. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Het systeem gaat niet alleen over de gezondheid. Het gaat ook over de gezondheid van het systeem. En blije bouwers zijn daar integraal onderdeel van. En Steven, jij zegt het aantal use cases wat in productie is, is ook een proxy misschien wel voor tevreden eindgebruikers. Zeg je dat daar? Dat is een beetje waar we zelf op proberen te sturen. Kijk, je kunt natuurlijk een heleboel mensen enthousiast maken en je kunt een heleboel hackathons doen en je kunt van alles nog wat doen, maar uiteindelijk voordat het spul in productie staat, dat is uiteindelijk de test, zeg maar, wat mij betreft. Dus dat is de echte test waarin je gaat zien of al die stappen, of in al die stappen zeg maar, iedereen aangehaakt blijft en uiteindelijk zeg maar, het verhaal het kan waarmaken. Dus zo kijken we er zelf naar. Ja, wat ik daar mooi van vind is dat is een KPI waar je invloed op hebt ook. Hè? En dan is er nog een veronderstelling over hoeveel billen er dan mee gewassen worden. Maar dat kan je dan misschien op de Y-laag proberen beantwoord te krijgen. Ja, Thomas? Hey, ik is niet per se een oplossing, maar ik zie eigenlijk 3 lagen. In de zin dat de Nuts en de Nuts community misschien wel primair op die bouwers gericht is. Die bouwers werken bij leveranciers die primair op eindgebruikers gericht zijn. En eindgebruikers leveren zorg. En dit vind ik wel interessant om dan na te denken. Wij zijn een leverancier.
En ik zit in Nuts omdat het het beste idee is in Zagelslag. Maar of de eindgebruiker blij wordt, die test ligt vind ik vooral bij de leverancier. Hè. Dus in de Nuts community specificeren hoe de node werkt en met elkaar stemmen we af hoe zouden we dit functioneel goed tot een bolt, hè, of tot een toepassing op Nuts kunnen maken. Maar vervolgens gaat elke leverancier zelf in zijn eigen schermen met zijn eigen techniek die bolt echt bouwen. En dan komt er nog een heel element van onze visie op eindgebruikerondersteuning en gebruiksvriendelijkheid en minimaliseren van tijd achter een beeldscherm, die weer eigenlijk toch goed deels losstaat van wat er in Nuts gebeurt. Dus het is nog wel interessant om te zien dat ik vind eigenlijk het ook iets voor te zeggen is dat Nuts community zich primair richt op blije bouwers. Dat ze zeggen, ja, maar dit is gewoon de beste tool om heel snel eindgebruikers blij te maken voor mij als bouwer in een leverancier. Dan zou ik bijna willen pleiten, als jij zegt het zijn 3 lagen, dan zou ik even willen voorhouden. Misschien zijn het dan 4 lagen, want jij zegt dan volgens mij het Nuts, of tenminste bouwers en uiteindelijk dan zeg maar de leveranciers in laag 3. Dan zou ik bijna zeggen misschien wel in laag 4 de zorgmedewerkers zoals Sander, zeg maar even als uitvoerder, zeg maar. Dat is dan degene waarvan Gerimedica goed zorgt dat Sander zijn werk kan doen. En dan toch in lijn met Joop misschien wel laag 5 is dan uiteindelijk toch gewoon de ouderen in het bed. Want als je in laag 3 stopt bij de leverancier, kan de leverancier zeggen, ja, ik heb het goed ingebouwd, ik heb me gehouden aan de specificaties, het werkt. Maar als Sander, Sander dat ik jou nu steeds gebruik, maar als Sander aan het bed zeg maar gewoon zijn werk dan alsnog er niet mee doet, dan kan laag 3 ultra vink platina af zijn, maar Sander gebruikt het niet. En als Sander het niet gebruikt, is laag 5 de burger nog steeds niet geholpen. Nee, maar... Nee, en aanvullend daarop, hè, uiteindelijk gaat het erom om die burger te helpen. Kijk, als we nu, tenminste ik denk, maar goed, ik ben geen nutspartij of nutsonderdeel. Maar als Nuts er alleen maar om gaat om een technisch prachtig systeem te maken, wat voor iedereen gebruikt kan worden in de zorg, dan kan het zelfs nog wel ten gunste komen van de zorg, de persoon in de zorg die zorg, daar in de zorg werkt. Maar uiteindelijk gaat het wel om of die patiënt ermee geholpen is. He, dus laten we zeggen, als dit weer een nieuw vinksysteem, hulpsysteem is, waarbij de zorgmedewerker met het systeem bezig is in plaats van het helpen van de patiënt, ja, dan ben je nog steeds eigenlijk met verkeerde dingen bezig. En dan heb je een gebouwd waar je uiteindelijk... Ik hoop dat je zegt, maar ik denk echt dat dat niet het geval is. De mensen die actief zijn in het Nuts-netwerk, ik ken er geen enkele die bezig is om een Nuts-vink-systeempje te bouwen. Dat zijn mensen die allemaal een hart in de zorg hebben. Het is too obvious dat het uiteindelijke doel is waar we het voor doen. Dat is de grootste valkuil aller tijden, Thomas. Ik heb zelf in de sociaalheid gewerkt. Er is niemand in de sociale zekerheid die een systeem aan het bouwen was om, laten we zeggen, de werknemer uiteindelijk, de werkzoekende of arbeidsongeschikte, om die daarmee te vervelen en lastig te vallen, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk gebeurde dat dus wel. Waarom? Omdat je dan vanuit je wet en regelgeving iets gaat bouwen, wat helemaal klopt, wat technisch perfect werkt, maar vervolgens waar de arbeidsongeschikte, CQ de werkloze, zijn weg totaal niet meer in terug kon vinden. Waarbij die elke dag een vinkje moest zetten, et cetera, et cetera. Ik zeg niet dat dit het doel is van Nuts, maar het is een valkuil als je vanuit de techniek gaat denken en niet vanuit degene die uiteindelijk geholpen moet worden. En dat gaat verder dan dat. Het gaat ook over zijn of haar gegevens. Het gaat over de hulp die je met betrekking tot die patiënt wil gaan leveren. Joop, ik zeg niet dat je ongelijk hebt. Okay. Ik ben het volledig met je eens. Alleen voor mijn gevoel is het zo obvious. Dit is de basis waar het hele Nuts-netwerk al op leunt. En ja, dus dankjewel. Ik ben het volledig met je eens. Natuurlijk is dat waar we naar streven. Maar het is bijna zo obvious dat ik zelf niet sterke behoefte heb om steeds alleen maar over cliënten en patiënten en burgers te praten. En dat is zo obvious dat we het daarvoor doen. En natuurlijk is dat de toets waar uiteindelijk de enige waarde wordt gecreëerd waar wij allemaal mee bezig zijn. Mooi. Ja,
Wat natuurlijk ook een risico is door, zeg maar, op de individuele rollen, is dat je even de relaties die er al zijn in het netwerk, hè, dat je die mogelijk niet benoemt. En vanzelfsprekend spreken leveranciers met hun klanten en met hun medewerkers. En spreken die medewerkers met andere medewerkers in andere organisaties om de nutzorgstandaarden voor elkaar te krijgen. De relaties spelen een cruciale rol in dat geheel. Maar het helpt soms wel om te zeggen, waar ben ik van en waar focus ik op en waar heb ik echt controle over? En als ik dat goed doe en ik heb mijn relaties voor elkaar, dan is de kans dat dat geheel, inclusief de uitdagingen, Joop, die jij schetst, de taaie uitdagingen, iets beter worden. Jochem, hoe ver zijn we? Ja, Marlene wilde nog iets zeggen. Maar... Ja, ik sta al de hele tijd te popelen naar aanleiding van wat Thomas en Joop zeggen. Want het fantastische van Nuts is, we zijn hardcore technologie. Maar we hebben een manifest dat uitgaat van de mens centraal. En dat is denk ik wat een enorme mooie combinatie is. Dat betekent niet dat Nuts als community of de deelnemers of de stichting, ik denk met name dus vanuit de stichting geredeneerd dan, verantwoordelijk is voor alle lagen die nodig zijn om in te vullen, om interoperabiliteit en voor elkaar te krijgen dat de eindgebruiker heel fijn en de patiënt heel fijn met de applicatie kan werken. Er zijn een aantal afspraken die moeten worden gemaakt. Daarvan is één laag, die vult Nuts in, dat is die het gebruiken, het kunnen gebruiken van het internet. En voor de rest is het de datastandaarden die de leveranciers moeten afspreken. En uiteraard natuurlijk de functionaliteit maken voor de gebruiker. En wat ons bindt in dit alles is het manifest, waar een van de uitgangspunten is mens centraal, patiënt centraal, maar eigenlijk ook dat je vanuit de participatie van de patiënt gaat denken. En daar zit ook het haakje naar positieve gezondheid. Wat is daarvoor belangrijk? En daar heb je het zowel in de rol van patiënt als in de rol van eindgebruiker heb je mee te maken. Dus daar zit de link. Ja, precies. En als ik hem dan zeg maar, tenminste tenzij er nog andere inhoudelijke vragen zijn, dan zou ik hem misschien zo af kunnen ronden dat ik denk dat ik ben het dus eens met zowel Thomas als met Joop als met Marlene. Want als ik kijk naar de manifestuitgangspunten, dan herken ik ze. Omdat we een technische organisatie zijn, zou ik maar zeggen, is er soms een klein risicootje om zeg maar dat wat meer te laten prevaleren dan sommige andere dingen. En dat is dan de reden dat ik dan nog weer kijkend naar het manifest zeg, laten we eens kijken naar een 7-lagen testmodel om elke laag, nou niet evenveel, maar wel in ieder geval aandacht te geven om, nou ja, de discussie, dialoog tussen Thomas en Joop te helpen, zodat we daar allemaal aandacht voor houden. En dat was meer het doel van deze 7-lagen testvoorstelling. En dat is volgens mij gelukt, ook gelet op de dialoog. Dus dat zou het idee zijn. Mooi, Jochem. Dankjewel. En dank allemaal voor de bijdrage aan de dialoog. Ik stel voor dat we 5 minuutjes benen strekken en om 15:15 verder gaan met het volgende punt. De statusupdate van Marlene en daarna het verhaal van Sander vanuit Naastje. Ik had mijn scherm gedeeld al. Hoor je me nu? Ja, ik hoor je nu. Ja. Ik ben namelijk het scherm kwijt. Zal ik hem delen? Ik heb hem hier ook. Ja, doe maar. Oké, okay, komt-ie. Ik had hem te goed voorbereid, denk ik. Yes. Ja, kan iedereen zien? En iedereen kan mij nu ook horen? Iedereen kan mij horen? Ja. Ja. Oké, okay, top. Gelukkig. Ik sta inderdaad op de agenda met een statusupdate van de toepassingen, een stukje groei van de community en ik wil het graag hebben over eenheid van taal. Met de eerste stap te beginnen, kan jij naar de volgende slide gaan dan, Sergei? Ja. Dankjewel. Ik zie dat niet op mijn scherm. Oké. Nu wel. Helaas is Jorrit nu uit de groep, maar we hebben op dit moment een aantal fases waarin toepassingen zitten. Nog even voorafgaand, wij noemden dat vroeger BOLS, maar we noemen dat inmiddels toepassingen op Nuts. Daar kom ik dadelijk in de eenheid van taal nog even op terug. Deze toepassingen heb ik verdeeld in een aantal fases en ook vanuit waar de functionaliteit. Is het een overdracht, is het inzage of secundair gebruik. Bij netwerk zorg je natuurlijk combinaties. Het is niet heel zwart-wit. Om te kijken, de belangrijkste die nu wordt uitgerold is de verpleegkundige overdracht. Daar zijn een heleboel leveranciers mee bezig. Die waren allemaal op de vorige community meeting live. Ik zie er nu alleen maar één, dat is Taco Jan.
van Label. Het gaat heel voorspoedig. De zorginformatiebouwstenen worden ingebouwd. De nutsnodigheden zijn al bij sommige ingebouwd. Taco, wil jij er nog iets aan toevoegen? Voor deze toepassing. Dan de... Nee, Oké, dankjewel. Dan secundair gebruik van data. Dat is een ongelooflijke mooie use case naast de verpleegkundige overdracht. Met name om te laten zien dat je vanuit een driehoek en met een gevalideerde vraag en datastations ook een toepassing op nuts, zeg maar dat je daar ook nuts voor kan gebruiken om elkaar te vinden en te vertrouwen. En ik zag Indra in de call. Misschien dat Indra kan aangeven waar jullie nu staan met inbouwen. Jullie hebben al heel veel documentatie gemaakt. Zijn bezig met een proof of concept? Ja, eigenlijk hebben we de proof of concept min of meer gedaan. Tenminste, we hebben technisch de specificaties laten ontwikkelen en uitgeprobeerd. We zitten midden in een traject met vanuit het programma waarin we een 40 tot 50-tal zorgaanbieders helpen met het implementeren van een datastation. Zo noemen we dat bij ons in het programma. Dat is een mechanisme om ervoor te zorgen dat we met behulp van linkdata antwoord kunnen geven op vragen van zorginstituut, IGJ, NZA, zorgkantoren aan zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg. Overigens blijft het daar waarschijnlijk niet toe beperkt, maar daar zijn we gestart. We hebben specificatie laten, bij ons heet dat nog een Kick V Bolt ontwikkeld. En ketenpartijen hebben gisteren in wat wij noemen de ketenraad, de bestuurlijke laag van Kick V, verbonden door middel van een convenant, ingestemd met een projectvoorstel om wij noemen dat dan een pilot, Marlene, te draaien begin volgend jaar. Zowel in de achterhoek, waar we aansluiten op dingen die rondom e-overdracht plaatsvinden, en de uitwisseling met mensen in zorgkantoor, vragen vanuit zorginkopen worden gesteld aan een datastation van Sensire en waarschijnlijk ook andere instellingen in de achterhoek. En we kijken naar meer pilots die we draaien met het Zorginstituut en andere zorgkantoren volgend jaar. En daar gebruiken we dus inderdaad nutsnodes om vanuit een vraagsteller digitaal een vraag te krijgen. We noemen dat Sparkle Query. En dan dus met verifiable credentials aan te tonen dat ze de vraag mogen stellen. En het antwoord uit het datastation met behulp van nutsnoden terug richting de vraagsteller te krijgen. Met het idee dat we, als het goed is, in de tweede helft van 2023 specificaties verder kunnen uitbreiden, vaststellen en ervoor kunnen zorgen dat we als gezamenlijke partijen daadwerkelijk ook gaan implementeren vanaf dat moment. Ja, geweldig. Dus jullie gaan waarschijnlijk in productie eind volgend jaar. Brede productie eind volgend jaar. Ik verwacht dat met de pilot we eigenlijk al min of meer preproductie draaien en gewoon door kunnen gaan. Maar inderdaad, het idee is dat we voluit na die pilot kunnen uitvoeren. Ja. Ja, fantastisch. Dankjewel. Mag ik dan hierover? Mag ik een vraag even stellen? Zeker. Ik vroeg me af, is over dit onderwerp ergens nog wat documentatie op papier? Kan ik dat ergens terugvinden? Over KikV kun je op de website www.kik-v.nl heel veel vinden. Over dit stukje, zeg maar. Over de pilot, nee, dat hebben we niet op de website staan. Maar als je je gegevens doorgeeft, dan kan ik je informatie sturen die die we hebben ontwikkeld. Ja. Dankjewel. Oké, dankjewel. Nog andere vragen? Marlene, ik zou toch nog wel iets willen vertellen, eigenlijk. Ja. Want wij zijn inderdaad bezig om met een klant om nuts te regelen voor in de regio in Noord-Brabant. We zijn nog druk met die ontwikkelingen bezig. Dat doen wij trouwens samen met NLCOM. Die ontwikkelingen. En dat loopt verder eigenlijk wel goed.
Waar ik wel benieuwd naar ben, hè, we doen dat in de regio waar ook andere partijen zitten. Vanuit het ziekenhuis zit zorgdomein, is daar ook bij betrokken. En ik heb begrepen dat zij NUTS wel gebruiken voor de gegevensuitwisseling vanuit het ziekenhuis richting andere partijen. Andersom niet. Dat vind ik dan wel een bijzondere... maar goed, misschien zijn daar ook wel andere gedachten over hier. Maar goed, wij zitten dus midden in de ontwikkeling en die verlopen erg voorspoedig. Dus dat is wel fijn om te merken. Oh, super. Nou, dankjewel. Heel fijn. Dank voor de aanvulling. Dan de derde use case die een implementatie is. En daarom is het jammer dat Jorrit er niet meer bij is, volgens mij. Want hij is daar heel diep bij betrokken. Dat gaat over de zorginzage in de geboortezorg. Het programma Baby Connect. Toevallig heb ik hem gisteren nog gesproken, Jorrit. En hij is ook los daarvan bezig met echopraktijken aan te sluiten op nutsnodes. Zodat die ook al met elkaar kunnen gaan uitwisselen. Dus dat verloopt. Ik ben er wel hoor. Geweldig. Wil je nog iets aan? Nee. Ja, dat we natuurlijk wel... het is niet allemaal roze geuren, maneschijn in de geboortezorg. We lopen daar tegen wat authenticatie-knelpuntjes aan. Daar is maandag een meeting over. Kort gezegd komt er eigenlijk op neer dat veel mensen het moeilijk vinden om de stap te zetten richting persoonlijke authenticatie op basis van bijvoorbeeld Irma. En dat er allerlei verschillende waarheden of perspectieven zeg, in de markt zijn. Ze gaan op initiatief van Sergei eigenlijk proberen de neus dezelfde kant te krijgen. Mm-hmm. Maar voor de rest loopt het volgens mij best wel goed. Dankjewel. Oké, en dan een aantal use cases die waar een stuk voorbereiding is, die al deels in implementatie voorbereidingen waren, zijn blijven liggen, maar nu zijn opgepakt opnieuw. Dat is met name de tweede aanwezig. Kom ik zo op. Eerst even de basisgegevens uit zorg, overdracht tussen ziekenhuizen. Het is fantastisch mooi dat de eerste EPD-leverancier, althans niet ECD, maar EPD-leverancier in de ziekenhuizen, Nexus, bezig is om, as we speak, de nutsnoden in te bouwen. Om vervolgens met bijvoorbeeld TMF en Tenzinger of andere partijen uit te gaan wisselen die al nutsnodes hebben. Of zorgen dat er meer partijen op nutsnodes komen. Dat loopt. Over een week of 10 verwachten ze de eerste demo te geven. En dan de volgende is ANW-zorg. En dan heb ik een oproep. Op de vorige community meeting heeft Jacco een presentatie gegeven. Die is terug te zien. De videolink is vandaag live gegaan van de vorige community meeting. En toen is er, waren alle ECD-leveranciers aanwezig. En toen is ook een oproep gedaan door Arjo om hem een mailtje te sturen als je vervolgens ermee verder wil. Hij heeft al van één leverancier een mail gekregen. Er is echt veel belangstelling uit het veld. Dus even opnieuw de oproep om de uitvraag die Arjo heeft gedaan, om daar nog een reactie op te geven richting hem. Even een vraag hierover, want... is het de bedoeling dat zorgaanbieders zich daar de interesse tonen? Doe je dat? Of gaat het om de leveranciers? Het gaat om de leveranciers, maar het is natuurlijk uiteraard prima om naar Arjo ook mails te sturen vanuit zorgaanbieders. Zodat ook dingen daar bij elkaar komen en misschien trekkers ontstaan uit het zorgaanbiedersveld. Ja, nou goed, ik heb Arjo onlangs nog gesproken bij een meeting van de Actis. Misschien ook al om het hier nog een keer neer te leggen. Maar de belangstelling voor dit onderdeel vanuit de zorgaanbieders, de VVT, is echt heel groot. De nood is eigenlijk heel groot op dit onderwerp. Ik kan eigenlijk alleen maar dat onderschrijven dat we heel graag zouden willen zien dat dit snel beschikbaar komt. Ja, dankjewel. Ja, dat is ook de reden dat we hem op de agenda hebben staan. Het is niet alleen namelijk een... voor de ANW-zorg een interessante toepassing, maar het is heel breed inzetbaar.
de regisseursfunctie, die zien we in veel meer toepassingen in de toekomst zeker een rol gaan spelen. En ja, het is echt een hele fantastische use case als we die op het Nutsnetwerk zouden kunnen gaan draaien. Want dat laat exact de kracht zien wat Nuts mogelijk maakt. Namelijk heel flexibel en heel schaalbaar elkaar toegang geven tot gegevens voor al of niet overzicht of inzien. Ja, eigenlijk komt een beetje met deze toepassing allerlei zaken bij elkaar. Hè? Het heeft een stukje gegevensoverdracht, maar ook inzage zit erin. Dus er komt heel veel bij elkaar. Maar dat maakt hem volgens mij ook best heel ingewikkeld. Maar dat is een beetje mijn perceptie. Dus ik weet niet of dat technisch gezien ook zo is. Als ik zie wat erbij komt kijken, als je de beschrijving leest op de Nuts website, dan denk ik ook van, poeh, dit klinkt als een behoorlijk ingewikkelde toepassing. En ik vraag me ook een beetje af of dat inderdaad zo is. Of misschien kan iemand iets over zeggen. Nou, ik denk dat het vooral ook een kwestie is van, het zijn precies dezelfde leveranciers die nu ook heel vol druk zijn met de inbouw van de zorginformatiebouwstenen voor de EU-overdracht. En dat speelt ook een rol. Ja, dat begrijp ik. Ja. Gezien de tijd zou ik graag door willen gaan. We hebben zo meteen naast die ook nog heel erg veel over aanwezig kan vertellen hoe zij het inrichten vanuit de regisseursrol. IWLZ netwerkmodel. Jorrit, wil je daar kort nog iets over zeggen? Of? Ja, ik wil alleen niet. Ik ben een beetje ruzie aan het maken met mijn telefoon. Je bent goed te verstaan. Oh, oké. Okay. Nou, mooi. Even kijken hoor. Oh ja, die zien mij ook nog. Ja, ik wilde wel iets over zeggen. Bij het IWLZ-netwerkmodel zijn we eigenlijk het broertje van Indra. Van het KKV-programma in ieder geval. En het is echt het idee van het Zorginstituut om daar een soort tandem van te maken van die twee programma's. Het gaat erover dat we administratieve gegevens in de langdurige zorg op een toekomstbestendige manier willen gaan delen met elkaar. Het is één groot verschil alleen met het programma van Indra, is dat bij ons geen greenfield was. Maar dat er een, eigenlijk een landelijke lopende implementatie is op basis van berichten. Dat maakt hier en daar wat dingen wat complexer. Het goede nieuws is dat we wel daar voedingsboarding hebben gevonden voor Nuts. En dat, dat we eigenlijk langzaamaan de boel wat mij betreft aan het nutsen zijn. En de huidige status is dat we in ieder geval aan de kant van de zorgaanbieders, de langdurige zorgaanbieders, ervoor hebben gezorgd dat die inderdaad gewoon op basis van Nuts het benodigde vertrouwen kunnen gaan inrichten. Dus wij zijn inmiddels begonnen ook met het schrijven van een toepassing op Nuts, IWLZ. Dus dat gaat de goede kant op. Maar er zijn ook daar nog wel een paar lastige dingetjes. Waar we, maar dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Ik ben er wel tevreden over hoe het loopt. Ja, het gaat allemaal veel te langzaam natuurlijk, maar het gaat de goede kant op. Oké, dankjewel Jorrit. De andere verkenningen laat ik even voor waar ze zijn, gezien de tijd. En dan zou ik heel graag willen naar de volgende slide. Dat is namelijk, dat ga ik ook heel kort doen, want ik heb ook nog één net van taal. De groei van de community. Nou, we zien dat we afgelopen jaar behoorlijk gegroeid zijn. In het Slack-kanaal, waar we gemiddeld naar 120 berichten per, deelnemers per week gegroeid zijn. En bij LinkedIn hebben we een groei doorgemaakt van bijna meer dan 500 volgers in één jaar tijd. En ook een heleboel nieuwe logo's. En vooral in het systeem om ons heen. De Fireman Nuts Hackathon, waar we met HL7 samenwerken. In het Twin-programma, waar we samenwerken met het programma Twin. Afgeleide Mits en Nuts. En verschillende nieuwe logo's. En dan graag naar de volgende slide. En dan wat daarin belangrijk is, naarmate we verder groeien. We hebben ook een
ontwikkeling doorgemaakt in van hoe noemen we elkaar nou? We hadden nuts en bols, maar intussen we hadden ook een nuts community en een nuts manifest, dat hadden we al. En wat is nou wat? Dus we hebben een document gemaakt wat de basis is voor de eenheid van nutstaal. En daarin kennen we een nuts community, een nuts manifest, de nuts specificaties, de open source referentie implementatie daarvan in de nutsnoden of weergegeven in een nutsnode. En met die nutsnodes kan je een nutsnetwerk realiseren. Vervolgens zien we een aantal namen. Vertrouwenslaag, dat is eigenlijk een concept waar nuts op gebaseerd is. Een vertrouwenslaag op het internet. En dan de toepassingen op het nutsnetwerk. Dat waren vroeger de bols. En wat Sergej ook al aangaf, het ecosysteem waarin de nutscommunity een plek heeft. En dan kennen we officieel de stichting van nuts. En we hebben de missie van de Nuts Community in dat document geschreven. Dat document is nu klaar en dat zal gedeeld worden op Slack. Ik zie Jochem in de test. Nuts test 7 lagen model? Nee, nog niet. We willen het heel bazaal houden. En misschien is dat wel een toepassing. Nee, dat weet ik niet. Maar dan moeten we het even buiten de meeting over hebben. Wat we nu hebben is deze basis. En uiteraard, het is niet in beton gegoten. Maar dit is het vertrekpunt. Dan naar de laatste slide, of de laatste twee slides. Hier ga ik ook niet verder op in gezien de tijd. Aandacht voor één datum, dat is 20 januari, is er een live community meeting in Driebergen, waar ook de aansluitovereenkomsten worden getekend van al die deelnemers die meedoen aan de EU-overdracht en live op het netwerk gaan. En dan de laatste slide, alsjeblieft. Dat is eigenlijk, ja, we kijken terug denk ik op een waanzinnig mooi jaar, waarin we op een heleboel plekken zichtbaar waren, waarin fantastische hackathons zijn geweest. In het midden de foto van de hackathon E-overdracht, onder de foto met Jorrit voor de Haal 7 maal nuts, Fire maal nuts hackathon. Presentatie bij SEDN waar we stonden als hoe een vertrouwenslaag op het internet de transformatie van de zorg helpt versnellen. Nou, hoe mooi is dat? Verschillende presentaties en we staan ook steeds meer dan in het midden, dus een beetje kleiner tussen alle andere partijen in nuts op het podium en in de presentaties. En daar wilde ik het bij laten en dan het woord geven aan Sander, tenzij er nog vragen zijn. Nog vragen voor Marlene? Nee, Sander, geef ik jou graag het woord als je zo weer bent. Helemaal goed, prima. Ik zal even mijn scherm delen. Ik heb even een presentatie opgetrommeld die we ooit al een keer hadden gemaakt. Ik ga heel even checken of ik hem zo kan vinden. Nou, anders deel ik gewoon mijn volledige scherm, want dat kan ook. Nou, ik vind hem zo natuurlijk niet. Dan doen we gewoon het hele scherm wel. Check. Je gaat even jezelf als goed zien. Zo. Zien jullie de presentatie nu? Ja. Check. Oké, dan zal ik hem even starten. Nou ja, ik kreeg een beetje de vraag om even uit te leggen wie naast of ZCN wie we eigenlijk nou zijn en wat we nou precies doen. We zijn nog steeds een beetje een vreemde eend in de bijt, maar we zijn aan het groeien als kool. En er komt steeds meer interesse, dus vandaar dat ik ook samen met Marlene even heb geschakeld van goh, kan ik even een presentatietje geven om te laten zien waar we vandaan komen, wat we doen op dit moment en waar we naartoe werken met z'n allen. Ook puur eventjes omdat we merken dat er steeds meer behoefte aan is. En wij tot nu toe een van de weinige partijen zijn die aan hebben getoond, ook middels onderzoek, dat we een deel zijn van het, of deel van de oplossing zijn als je kijkt naar het grote tekort in de zorg. Ik heb een heel korte agenda gemaakt, nou, die stond er al in, dus laten we daar vooral niet te veel aandacht aan geven. Hoe zijn we gestart? Nou, we bestaan al zo'n 30 jaar. We waren altijd onderdeel van Sensire. We zijn onlangs gefuseerd met ZCN, dus vandaar naast ZCN. En ZCN was altijd een onderdeel van de zorgcentrale Espria. En wat wij simpelweg deden was het onplanbare. Hè, dus de zorg, die had een telefoon mee, die kon je bellen. Maar ja, als je iemand staat te wassen, kun je de telefoon niet opnemen. Dus daarmee zijn we begonnen. Wij namen de telefoon aan. Wij inventariseerden de vraag en belden dan de medewerker op het moment waarop het haar beter uitkwam.
Of soms moesten we bijvoorbeeld 112 bellen, omdat een dementerende cliënt gewoon niet wist wie die moest bellen. Dus zo zijn we gestart. Maar je kunt wel nagaan dat het steeds meer is gaan groeien. Ze zijn uiteindelijk ook voor huisartsen dingen gaan doen. En dat doen we nog steeds. En dat noemen wij dan het product bereikbaarheid. Dat is gewoon letterlijk het ontlasten van de wijkzorg. Maar goed, we zijn groot geworden eigenlijk door te gaan doen. En vooral op het gebied van innovatie. Wij zijn ooit begonnen, ik denk dat het wel 20 jaar geleden is, met het start van videomonitoring van kwetsbare ouderen thuis. Er werd echt zo'n bulkcamera opgehangen bij het bed. En dat ging dan via allerlei kabels en routers en modems, konden we dan verbinding krijgen. Waardoor we op gezette momenten letterlijk de camera aan konden doen. Hè, bijvoorbeeld 's nachts, om even te checken van, hoe gaat het nou met diegene? Dat zorgde er simpelweg voor dat er dus geen verpleegkundige of verzorgende fysiek naar die woning toe moest om daar de deur open te doen en naar binnen te kijken. Dat deden wij op afstand, dat doen we nog steeds. Die producten die worden steeds doorontwikkeld, dus daar zit nog wel een groeimodel aan vast. Wij zijn ooit samen ook gestart met Sensire met een pilot met iPads in de wijkzorg. Sensire heeft destijds van 400 iPads aangeschaft en ze lukraak rondgedeeld aan patiënten en zorgverleners in de wijk met de vraag, wat kun je ermee? Daar kwam onder andere uit naar voren dat je kunt beeldbellen met de iPad en dus mogelijk ook wat zorg kunt verlenen via de iPad. Dus wij zijn sinds 2009 zijn we al beeldzorg aan het verlenen aan cliënten in de wijk. Dus wij zijn de eerste in Nederland die daar ooit mee begonnen zijn. Het bleef altijd maar haken op zo'n 30 cliënten, denk ik ongeveer. Omdat niemand in Nederland in de zorg zag daar zo de noodzaak in. Totdat corona kwam. Toen begon men ineens in te zien van, het kan ook anders. Het kan veel efficiënter. En we zijn op dit moment opgeschaald naar, volgens mij noemen we 500 beeldzorgmomenten per dag. En hebben we een volume van, volgens mij zo'n 1000 cliënten of zo waar wij beeldzorg gaan verlenen. Dus dat is een factor keer 100 of zo dat we gegroeid zijn in een paar jaar tijd. We zijn ook als partij gestart als eerste, misschien wel ter wereld, met thuismonitoring. Dat was destijds met de thuismeet-app van Focus Cura. Dat zat Daan Domen destijds nog op, die is hier regelmatig geweest. Dat is nu een bedrijf geworden, dat heet Lucy. Maar Lucy, dat is dus een app geworden. Maar wij zijn dus degene die de dienstverlening daarvoor gedaan hebben. Dat is best uit de hand gelopen, wil ik niet zeggen. Maar het begint reguliere zorg te worden. We zijn ook gestart met het triage doen voor verpleeghuizen. Heel simpel om ook een stukje personeelstekort op te vangen. Voor de verpleeghuizen waar wij de triage dus tijdens de avond, nacht en de weekenden doen. Daar loopt in de avond, nacht en de weekenden geen verpleegkundige meer fysiek rond. Omdat wij dat letterlijk helemaal hebben overgenomen. Dat bespaart ontzettend in de kosten, maar ook in de bezetting. Die verpleegkundige die kan het verpleeghuis namelijk nu overdag tijdens kantoortijden inzetten. En die kan zich dus richten op kwaliteitsvraagstukken en andere dingen. Waardoor je dus ook een kwaliteitsverbetering ziet in de geleverde zorg. We doen ook een stukje regionale nachtzorg. De zorg in de hele Achterhoek wordt gecoördineerd en geregeld vanuit onze centrale. Daar zijn we in 2019 mee gestart. We lopen onder andere met de regio Brabant lopen de gesprekken over hoe gaan hun dat inrichten en kunnen wij dat misschien ook voor hun doen. Ik weet in de regio Noord-Holland lopen gesprekken. Dus er komen steeds meer aanvragen binnen van hoe doen jullie dat nou en kunnen jullie dat ook voor ons doen? Wij doen onder andere voor nu volgens mij meer dan 200 B2B klanten doen wij allerlei diensten. Dat is qua systemen niet meer te behapstukken voor onze collega's. Vandaar dat we in 2019 gestart zijn met de introductie van één IT-platform. We hebben daarvoor gekozen voor Salesforce, omdat dat heel erg makkelijk wil ik niet zeggen, maar je kunt het heel erg customizen, zodat we zelf ook een beetje in control zijn. En dat doen we dus nu al een aantal jaren. En dat loopt op zich prima. Maar als jullie vragen hebben, stel maar tussendoor. Ja, ik heb even een vraag hierover, als het mag. Ik heb vraag aan jullie doen voor de Achterhoek de coördinatie regionale nachtzorg. En dus ook waarschijnlijk een stukje triage op het moment dat eventuele nieuwe aanvragen binnenkomen. En je geeft aan één IT-platform. Bedoel je dan dat
op dat platform al jullie B2B-klanten monitoren? Of heb je bijvoorbeeld in Salesforce dan, even in het voorbeeld van de Achterhoek, inzicht in alle mogelijke klanten of de klanten van de onderliggende zorgaanbieders? Dus heb je inzicht in de cliënt? Wat moet ik me bij één platform voorstellen? Ja, dat is een goede vraag. Nee, het is één platform waar de signalen in ieder geval aan gekoppeld zijn en daarop binnenkomen. Dus een telefoontje komt op Salesforce binnen, een lichaamsmeting, vitale waarde komt op Salesforce binnen, een Medidol-melding van de medicijndispenser komt op Salesforce binnen. Vanuit daaruit aan het telefoonnummer zit zeg maar de B2B gekoppeld. Dus bijvoorbeeld Sensire. Dus als mevrouw Jansen belt en mevrouw Jansen heeft een keer eerder naar ons gebeld, dan herkent Salesforce het telefoonnummer. Mevrouw Jansen popt op als een telefoonsignaal. Sensire wordt gelijk als zorgleverancier eraan gekoppeld. We krijgen het klantbeeld van mevrouw Jansen te zien. En in het klantbeeld, daar staat op dit moment nog vrij weinig. Maar we hebben het klantbeeld recht in de toekomst ingedeeld. Dus daar kunnen vitale waardes kunnen daarop ingeschoten worden. Beleidsstukken kunnen daarop ingeschoten worden. Documenten kunnen eraan gehangen worden. Eventueel sleutelcodes. Dat hebben we allemaal al zo ingericht. Alleen omdat die data-uitwisseling met die interne systemen er nog niet is, staat die informatie nog in de externe systemen. Maar vanuit Salesforce wordt wel een linkje getoond. En als je daarop klikt, ga je bijvoorbeeld naar het ECD van mevrouw Jansen toe. Salesforce die routeert de signalen. Die laat zien welke klant, welke B2B-klant mevrouw Jansen valt. En vanuit daar kunnen wij dan doorklikken richting het juiste ECD. Oké. Maar we hebben het wel richting de toekomst ingericht dat als er ook weer een moment komt dat de data uitgewisseld kan worden, dat ons platform ook data kan inladen. Wat in sommige gevallen wel erg fijn zou zijn. Want nu is het zo, als mevrouw Jansen ook aan thuismonitoring doet, zou het mooi zijn dat bijvoorbeeld de bloeddrukmetingen die ze gedaan heeft ook in het klantbeeld staat. Dat als mevrouw belt van ik voel me niet lekker, dat we gelijk de metingen kunnen zien die recent gedaan zijn. Want dan kun je snel direct daarop acteren, zonder dat je weer in een extern systeem moet inloggen. Ja. Ik zou heel graag dat Sander nog een keertje met jou in contact komen hierover. Over hoe dat een beetje helpt en zelt. Omdat het, die regie bij ons in de regio ook een ding is, zeg maar. Ja, snap ik. Ja, het speelt overal op dit moment. Hè. Vandaar ook dat ik eventjes een presentatie doe. Ja. Als je het niet erg vindt, ga ik even door. Jullie zijn niet de enige die interesse hebben. Even kort gesummeerd, ik werk hier nog in 4,5 jaar, maar dit is al een beetje wat we langs hebben zien komen. Ik heb samen met een collega gepitcht bij de vice president van Apple in Rotterdam. Had ik ook nooit op mijn verwachtingspatroon staan. Minister Bruins is hier op werkbezoek geweest. Nou, zoals je kunt zien heb ik prinses Maxima een keer uitleg mogen geven. Volgens mij was er ook iemand uit Denemarken aanwezig, maar we hebben ook 30 man van de Health Department Denmark hier op werkbezoek gehad. Alle zorgverzekeraars die zijn hier recent ook nog geweest. Die proberen zich ook richting de VWS hard te maken. In het jaar dat wij los zijn gegaan van Sensire en dus eigenlijk een zelfstandig bedrijf zijn geworden. Dus we zijn van Sensire zijn we naast geworden. Hebben wij in het eerste jaar alleen al 373 werkbezoeken op locatie gehad. Dus iedere dag waren er wel 1 of 2 rondleidingen. Om even een beeld te vormen wat de hectiek was in die tijd. Laten we even gaan naar wat we nu zijn. We promoten onszelf als een medisch servicecentrum. Je zou kunnen zeggen, we zijn ook deel een callcenter, dat klopt. Maar bij ons neemt wel een verzorgende of een verpleegkundige de telefoon op. Met als idee dat hij dus ook een stukje triage kan doen om wederom de zorg te ontlasten. Wat zien wij in de markt? 2040 werd net al benoemd. Hè? Om aan de zorgvraag te voldoen moet 1 op de 3 mensen in heel Nederland in de zorg werken. Ik zie dat niet gebeuren. Vandaar dat we ook moeten gaan denken en gaan kijken naar andere opties. En wij proberen dus een deel van die oplossing te zijn. We zien in Nederland een sterke groei van chronisch zieken. Terwijl cliënten ook gelijk meer vrijheid willen. Ze willen meer zelfstandigheid, noem maar op. We zien ook een schaarste op de arbeidsmarkt, verplaatsing van zorg.
steeds meer ziekenhuizen willen de zorg verplaatsen richting thuisomgeving. Nou, is juridisch ook altijd een beetje een dingetje van wanneer val je onder de huisarts en wanneer onder het ziekenhuis. Dat is niet aan ons om dat op te lossen, maar we zien daar wel wat strubbelingen in. Nou ja, digitale recht als zorg voor patiënt. Ik weet niet of die wetgeving er nu al helemaal hard is. Maar daar zijn ze wel mee aan het discussiëren. Vooral als jij zorg krijgt en je wil graag digitale zorg, dan moet een zorgleverancier er straks mogelijk ook in faciliteren. Maar ja, als kleine zorgonderneming is dat niet te doen. Dus wij verwachten eigenlijk dat die dan ook wel bij ons aan gaan kloppen. Nou, losse puntoplossingen. Nou, volgens mij had ik dat net al benoemd. Heel veel verschillende applicaties die niet met elkaar communiceren, waardoor je dus een onoverzichtelijk applicatielandschap krijgt. Vandaar ook dat wij vanuit Salesforce proberen dat een beetje te sturen. En we zien dat er steeds meer focus op leefstijl en preventie komt. Als jij gezonde mensen gezond kunt houden, dan levert dat aan het eind van de streep gezondheidswinst op en bespaar je daarmee. Is heel lastig om dat te bewijzen, hoeveel je dan bespaart. Maar we zien wel dat de focus wel die kant op schuift. Nou, hoe organiseren wij zorg op afstand? Nou, we zien dus nu allemaal losse puntoplossingen. En ja, ik vind dit plaatje niet zo heel duidelijk. We hebben ooit een mooie plaatje gehad, maar je ziet daar een grote toren staan. Je zou dat eigenlijk als een soort luchtvliegverkeerstoren kunnen zien. De burgers die vliegen door de lucht, die zijn gezond, er is niks meer aan de hand. Maar op het moment dat er wat aan de hand is met die burger, moeten ze ergens landen. Nou, dat moet gecoördineerd worden. Waar landt die burger dan? En hoe zorgen we ervoor dat die burger dan zo snel mogelijk weer getankt, schoongemaakt wordt, opgelapt wordt, zodat hij weer zo snel mogelijk de lucht in kan? Als je dat niet centraal ergens vanuit de regio coördineert, dan gaat dus iedere burger eigenlijk zijn eigen weg zoeken en zijn eigen gang. Waardoor eigenlijk ja, een soort zorgfile ontstaat. Wat we dus nu steeds meer ondervinden. Dus wij proberen in die toren de burger te begeleiden en zelfs eventueel te monitoren. Dus wanneer stel wij zien een burger klachten ontwikkelen, dat we op dat moment al een beetje kunnen sturen van hey, doe dit, dit, dit om die klacht op te lossen. Of als het niet opgelost kan worden, land dan op landingsbaan Zuid, bewijzen van. Zodat je in ieder geval gelijk bij de juiste zorgverlener terechtkomt. Het is een stukje efficiëntie, maar daar proberen wij in te voorzien. Nou, we zijn dus gefuseerd recent. We hadden ooit als ambitie om het grootste digitale zorgbedrijf van Nederland te worden. Nou, na de fusie zijn we dat. We hebben 240 medewerkers, waarvan het grootste deel de zorgprofessionals. Nou, we hebben alle certificaten die je kunt halen, die hebben we volgens mij. We zijn een zorgorganisatie, dus we hebben geen winstoogmerk. We doen, nou ja, voor 200, daar schrik ik zelfs, want dat wist ik niet eens. Maar we doen dus voor 230 B2B-klanten, doen wij dus diensten. Ik kan ze niet eens allemaal opnoemen, zoveel dat het er zijn. Maar dat geeft al aan dat het enorm complex is, ook voor onze collega's. Want ja, ken je klant, komt daar eigenlijk een beetje mee te vervallen. We hebben 40 samenwerkingspartners, nou ja, beeldzorg via de Compaan, personenalarmering, Volkscura, noem maar op, waar we dagelijks wel contact mee hebben. We handelen 1800 alarmen per dag af. Dat zijn mensen die op een knop drukken dat ze bijvoorbeeld gevallen zijn. We hebben 500 beeldzorgcontacten per dag. Nou, even voor je beeldvorming, dat is een 1-op-1 vervang van fysieke zorgmomenten. Dus er hoeft niet iemand meer in de auto te stappen, naar die patiënt toe te rijden, de zorg te verlenen, registreren, weer terug te rijden. Nee, bij ons is de klik op de knop. Hallo, hoe is het met u? We verlenen de zorg. Is het klaar? Dan is het ook klaar. Je kunt wel nagaan dat dat heel veel tijd en heel veel zorgen bespaart. En volgens mij is er ook nog een onderzoek naar gedaan door, volgens mij heet die instantie ZonMW, dat het echt een aantal duizend FTE oplevert. Dus dat is interessant. We doen 1000 dubbele medicatiecontroles per dag. Hè. Er moet altijd een double check gedaan worden bij risicovolle medicatie. Maar ja, hoe reageer je dat in? Mensen kunnen een foto insturen van de medicatie die gecontroleerd moet worden en wij keuren hem dan goed of af. Bijna 500.000 telefonische triages per jaar. Dus wij zijn eigenlijk een soort huisartsenpost, maar dan voor de VVT-sector. En ja, nogmaals wat ik aan het begin aangaf, er loopt dus op heel veel locaties 's avonds en 's nachts geen dure verpleegkundigen meer rond. Omdat wij die onplanbare zorg voor hun op afstand kunnen regelen. We hebben 500 actieve thuismeetpatiënten.
We hadden gewild dat dat er meer waren, maar ieder ziekenhuis die meent dat patiënten van hun zijn en die vinden dat heel lastig om los te laten en die gaan allemaal zelf een eigen thuismonitoringcentrale oprichten. Is allemaal heel leuk, maar de zorgverzekeraars geven ook aan dat dat niet de toekomst is en willen het liefst dat er 4 locaties in Nederland zijn waar al die patiënten naartoe door worden verwezen. Want als een ziekenhuis of centrale zelf opzet, betekent dat dat ze handen van bed afhalen, die mensen achter de telefoon of achter het scherm zetten. En dat willen ze niet. Dus wij voorzien daar wel een groeimarkt in. En we doen ook nog 3 miljoen bewakingen van medicatieuitgifte per jaar. Dan moet je denken aan de medidoos en de medicijndispensers. Nou, welke oplossingen bieden wij voor organisaties? Nou ja, COVID-monitoring is een hele mooie. Hebben we voor de regio Drenthe gedaan, maar ook hier regionaal. Pre- en postchirurgisch, stoma-controle na operatie. Mensen kunnen dan, in plaats van dat ze 7 dagen in het ziekenhuis moeten blijven, kunnen ze op dag 1 naar huis en wij hebben meermaals daags contact met die klant. En als het niet goed gaat, gaan ze weer retour. Ja, ga zomaar door. Alarmering, sensoring gaat steeds meer komen. Mensen die vitale waarden insturen of door middel van camera. Bereikbaarheidsvragen, JGZ doen wij ook. Hè? Dus in deze regio bijvoorbeeld junior jeugd gezondheidszorg. Heel veel ouders die vragen hebben over voeding. Ja, een beetje raar dat ze daar voor de huisartsenpost bellen, want het is geen spoedeisende hulp. Dus de huisartsenpost verwijst die mensen al naar ons. En wij staan ze te woord, wordt ook de huisartsenpost daardoor minder belast. Coördinatie. Anne, mag ik even heel kort onderbreken vanuit de procesbewaking? We hebben nog 1 minuut of 5 voor de totale meeting, inclusief een rondvraag. Heel goed. Zal ik er snel even doorheen schieten? Ja, pak het abstractieniveau waarvan jij denkt dat het recht doet aan de afronding van jouw presentatie. Ja. Dit is even de toekomst, hoe wij het zien. Dit zie je in de Verenigde Staten en in Canada. En daar, dat is onze ambitie, hoe het er dan naartoe gaat. Dan komt het plaatje weer terug. Waar zien wij een beetje de uitdagingen? Maar dit is meer waar we tegenaan lopen. Nou, dat is een beetje maatwerk, inloggen in systemen wat complexer wordt. Data-uitwisseling tussen systemen, dat we daar ook tegenaan lopen. Nou, dat is jullie allemaal denk ik wel bekend. En dan ben ik eigenlijk al bij de afsluiting. Ja, goed, dank voor die bestelling. Ja, super. Ja, heel fijn die laatste bestelling. En wat een verhaal zeg. Super, dank dat je dat wilde delen met ons. Ja, nou ja, goed. Het is een verhaal wat wij tegenwoordig als standaard op de plank hebben liggen. Dus het begint al routine te worden. Het klinkt geoefend, ja, absoluut. Vraag aan Sander. Ja, ik heb wel een vraag. Een oplossing tegen jullie SSO... problemen zou natuurlijk zijn dat jullie ook lekkere nuts nodig gaan draaien en rechtstreeks die gegevens gaan uitwisselen. Maar ja, jullie werken dus met Salesforce, natuurlijk een buitenlandse partij. Heb je er al over nagedacht of inderdaad Salesforce bereid zou kunnen zijn om dan zo'n nutsnode aan haar platform te hangen? Of heb je daar een lokale Nederlandse partner voor die dat eventueel zou kunnen doen? Nou, goede vraag. Die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik zit niet in de IT. Ik weet dat wij wel gesprekken hebben met Salesforce op hoog niveau. Volgens mij onze hoofd IT heeft recent nog met de vice president ook van Salesforce contact gehad. Wat ik weet is dat wij een apart onderdeel in Salesforce gebouwd hebben. En wij hebben die server die Salesforce draait, die staat volgens mij in Arnhem. Maar ik weet dus niet hoe dat precies allemaal is ingeregeld. Dus die vraag kan ik helaas niet beantwoorden. Maar ik neem aan, want we hebben ook een jurist rondlopen, dat daarna gekeken is. Een functionele vraag die een beetje misschien wel meer in jouw hoek komt, Sander. Schiet Salesforce uiteindelijk ook dingen terug? Al? Dus als jij... Ja, nee. Het is op dit moment alleen nog maar signalen die ingeschoten worden. Maar ja, Salesforce kan inderdaad ook signalen terugschieten. Een stukje AI kan er zelfs in de toekomst aan gekoppeld worden. Dus daarvoor ziet het allemaal in. Maar zover zijn wij nog lang niet. Nee, precies. Maar als dus iemand iets constateert 's nachts om 12 uur, dan moet hij de volgende dag onthouden dat hij als het ware nog even digitaal of zo met de huisarts zegt: dit heb ik gisteren nacht om 12 uur gedaan. Ja, we hebben 24 uur dienstverlening. Dus als er een signaal om 12 uur wordt ingeschoten, dan pakt hij een collega die op. En wij kunnen taken aanmaken, dus mocht iets de volgende dag worden opgepakt, dan zetten we dat weg als taak. Ja. Oké, ik sta voor onze tijd nog 1 vraag toe aan Sander en dan gaan we naar de afronding en de rondvraag. Mag ik die vraag stellen dan? Want ik ben wel geïnteresseerd in hoe dat dan gaat. Bijvoorbeeld, stel dat vanuit een ziekenhuis een cliënt wordt aangemeld vanuit
eerste hulp. En daar moet bijvoorbeeld nachtzorg plaatsvinden of specialistische verpleegkundige hulp. Dan doen jullie een triage en zetten dat uit bij een team. De triage die je dan doet voor een nieuwe cliënt, want je weet dan feitelijk niet of patiënt bij wie of welke organisatie die dan moet worden opgepakt in een regionale samenwerking. Hoe gaat dat dan? Want wordt dan in feite die aanmelding van een nieuwe cliënt helemaal opnieuw gedaan bij de betreffende organisatie? Want het is ontzettend zonde, want jullie hebben al een heel deel registratie, triage, medische gegevens verzameld, et cetera. Ja, als wij een telefoontje krijgen van de spoedeisende hulp, dan voeren wij de naam, adresgegevens, die voeren bij ons in het systeem in. En wij worden door Salesforce aan de hand van de postcode gerouteerd naar de juiste zorgleverancier die in dat postcodegebied de zorg levert. Oké, dus dat is bij jullie heel scherp per postcodegebied, want bij ons zou dat dus niet opgaan. Ja, je kunt het ook zonder postcodegebied doen, maar dan moet je manueel kijken welke woonplaats woont iemand. Maar het liefst via postcode, omdat dan het systeem het makkelijkst en het efficiëntst roteert. Maar je gaat niet, zeg maar, alle verzamelde gegevens op een of andere manier weer elektronisch kunnen delen met de organisatie die de zorg op zich neemt. Want dat zou... Ja, dat doen we wel. Ja, wij kunnen vanuit Salesforce alle informatie die wij door hebben gekregen, die wordt automatisch in een mailformat gepompt. En met één druk op de knop zetten we die aan de hand van de postcode weer door naar het zorgteam. Dus die krijgen heel mooi een pakketje. En in jullie vervolggesprek dat volgens mij in de pijplijn zit, kunnen jullie volgens mij nog verder op. Ja. Voor die laatste vraag. Ja, dankjewel Sander. Super. Dank voor je presentatie. De rondvragende mededelingen. Marlene, je hebt een mededeling over de community meetings voor volgend jaar. Ja, als afsluiting. Alle community meetings, live en online, zullen volgend jaar om 14:00 op de vrijdagmiddag zijn. Dus niet om 22:00. Maar om 14:00 op de vrijdagmiddag, elke 4 weken. En we beginnen de eerste live community meeting op 20 januari in Driebergen. Super. Inclusief borrel dan dus. Zeker. Ja. Okay, mooi. En een feestelijk tekenmoment van de aansluitovereenkomsten. Zijn er nog vragen voor de rondvraag? Zo niet, dan hartelijk dank. Een hele goede kerstperiode toegewenst. En we zien elkaar volgend jaar in Driebergen. Dank jullie wel. Helemaal goed. Dank je wel. Hey, tot volgende keer. Hoi, doei. Ja. Bedankt.